Ik ga je één ding zeggen. Ik word een beetje hard, hè, by the way. Nu? Mm -hmm. yeah? Ik? Ja. Mm -hmm. Mag ik voelen? Dat durf ik niet. <laughs> ik hou van deze show. Hé, hey, uh, ik adoreer sterke vrouwen. Weet je, dat ding met sterke vrouwen is... In eerste instantie wilden ze nooit een sterke vrouw zijn. Sterke vrouwen worden niet sterk geboren. Een sterke vrouw gaat door een hele hoop shit en wordt gevormd tot een sterke vrouw. Een sterke vrouw krijgt het voor elkaar om in de ochtend te glimlachen terwijl ze misschien in de nacht heeft zitten huilen. Een sterke vrouw is bereid haar verhaal te delen, haar trauma te delen in de hoop andere meiden te inspireren, te helpen. Of voor trauma te behoeden. Een sterke vrouw is vandaag aanwezig in Gilly's Loveline. Dankjewel. Welkom, je Dankjewel. Dankjewel. Komt erbij. Dankjewel. Mooi, mooi, mooi. Heel mooi. Ja, ik, ik dacht en... misschien zet ik hem te zwaar neer, maar klopt die? Ja, zeker. Ik wist niet eens dat hij bij mij zou eindigen. Ja, ja, ja. Uh, nou, ja. Maar we, we gaan je leren kennen. Uh, 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 als allereerst, uh, welkom. Dankjewel. Check. Jij gaat onder de naam Mafia Maid. Ja. Yeah. Als we naar rappers kijken, hè. Je hebt rappers die heten dokter, zijn geen dokter. Je hebt rappers die heten king zelf, zijn geen koningen. Maar jouw naam maffiameid, de lading daarvan is wel degelijk te beargumenteren en te zeggen van. zij kan zichzelf maffiameid noemen. Want jij komt van een gangster-ass lifestyle. Yes. True? Yes. Ja. Verklaar een beetje waarom maffiameid. Ja, heel kort maar krachtig. Ah, ja. um, ik denk. Uh, het leven tien jaar met een, uh, met een drugsbaron. En tien jaar lang draaien in zijn organisatie. Mm -hmm. Heeft mij een maffiameid gemaakt. Toch? Ja. Zodat de mensen die jou niet kennen niet schrikken van... ...he maffiameid, maar... ...hey, you're about to hear some real shit. En, en, en hopelijk ook inspirerende dingen om te voorkomen dat vrouwen rollen in bepaalde soort dingen. Tenminste, dat is wat ik hoop vandaag hieruit te halen. Mm -hmm. En ik hoop ook gewoon just to have some fun with you. Uh, want dit is Gilly's Love Line. Hier praten we bruut eerlijk over liefde, seks en relaties. En dat is niet altijd rooskleurig. Ik probeer dan hier ook een realistische beeld te schetsen over hoe liefde eruit kan zien. Wanneer het goed gaat, wanneer het slecht gaat of wanneer het lot bepaalt dat dit liefde voor jou moet zijn. Als ik aan jou vraag, uh, met alles wat je hebt meegemaakt, zonder dat we al diep erin zijn gedoken, uh, uh, waar je vandaag de dag staat, waar plaats je liefde in jouw leven? Liefde, wat voor rol heeft dat nu in jouw leven, is een betere vraag. Um, om heel eerlijk te zeggen, ik denk dat ik liefde nog steeds niet. Niet tegen mij gekomen. Dus dat ik, dat ik kan zeggen... Um, dit is de liefde waar een Cinderella op zit te wachten. Ja, de liefde van mijn leven zoals dat wordt beschreven in... Uh, uh, Want dan, dan ga ik er wel vanuit dat, dat je redeneert van beide kanten, hè? Ja, ja sowieso. Okay. Dus vanuit een realistisch ja. aspect gewoon. Ja. Begrijp je? Ja, nee, die... Uh, die nou, moet dus, dus vergeet wat mensen zeggen, zoals jij liefde ziet. Dus zoals jij liefde ziet, dat is nog niet. In jouw dat is leven niet gekomen. de liefde. Want ik, um, ik, uh, ik, heb, ik, ik heb heel lang niet van mezelf gehouden. Dus als je niet van jezelf houdt, o, ja. dan kan je niet van een ander houden. Ja, ja, Weet ja. je wel? Ja. En dan, 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 dan geef je je over aan een ander. Ja. Um, je, je, je wordt een soort van, ja. Het is geen liefde, het is iets heel anders dan liefde. Als het, als het zeg maar van jouw kant alleen maar moet komen. Weet ja. je? Ja, ja, ja. Want ja, omdat je, kijk, omdat je nooit van jezelf hebt gehouden, kan je ook niet van een ander houden. Dus wat gebeurt? Um, uh, je claimt je aan de ander niet dat je van diegene houdt, mm -hmm. maar je zoekt die liefde. Ja, toch? En, en is dat wat je hebt meegemaakt met uh, die tien jaar relatie waarin je hebt gezeten met een, met een drugsbaron? Ja, maar ja. Um, of kijk, zijn er zijn meerdere voorbeelden. Ja, zoals ik, zoals ik al gezegd heb: ik heb liefde nog niet beleefd zoals ik, zeg maar, in een sprookjesboek. Lees hoe liefde hoort te zijn. Ja. Kijk, liefde komt heel veel bij kijken. Respect. Uh, um, 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 hoe, hoe hoog uh, uh, um, zet die persoon je? Mm -hmm. um, hoe ver gaat die persoon van jou? Uh, hoeveel shit neemt die persoon van jou? Mm -hmm. Hoe lang verdraagt die persoon jou? Weet je, het zijn allemaal punten... wat uiteindelijk gewoon de liefde wordt. En ik denk dat dat à la nu 2021 een beetje moeilijk te vinden is. Maar het zal er wel zijn, hoor. Be, Zeker wel. Ben jij ben nu op een plek waar je zegt dat je van jezelf houdt, vandaag de dag? Ik zou je vertellen hoe ouder ik nu word, mm -hmm. hoe meer ik van mezelf ga houden. Omdat ik uh, nu uh, um, ja, um, een, 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 een stadium bereikt van stop. Tot hier en niet verder. Stop met wat? Wat zeg je tegen jezelf? Stop met wat bedoel je? Met. met Jezelf met mezelf zetten. Mm -hmm. in het midden van. ja, relatie. Um, waarvan je toch weet. dat het uiteindelijk niks wordt. Dus ik ben nu een stadium bereikt. waar ik zeg maar geen tijd meer wil verliezen. Yep, weet je, uh, ik, yeah. ik, 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 ik voel heel sterk. dat ik heel veel tijd heb verloren. Ja, yeah. I get it. I get it. Dus, uh, ja, ja. Door alles wat je hebt meegemaakt, en in, ja. in, uh, maar uh, uh, pas op dat dat er niet voor zorgt dat je dan weer in x rolt, omdat je met tijd zit, of zo, volgens jouzelf. Dat je dan ben je daar niet bang voor, dat je dan weer in x rolt, omdat je rekening houdt van wow, ik zie, uh, omdat jij vindt dat je tijd hebt verloren. Ja, nee, daarom heb ik nu, weet je, kijk, ik heb altijd vanuit het milieu dat ik kom, mm -hmm. heb ik altijd hele hoge eisen gesteld. Weet je, um, in die en zin. Waar is dat op gebaseerd, Money? Money. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, ik kom van een. Uh, van een. Uh, ja, uh, draaiende eigen toko uh, van kleins af aan. Ja. Dus ja, money. Ik bedoel. Uh, ja. Nothing is for free. Het draaide om money, vooral. Ja. 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 ja, en ik denk dat. dat dan, dan. ja, dan is. Ja, dat, kijk, als je. uit die. laat ik het zo zeggen. als je uit die grot kom waar ik vandaan kom, ja. weet je, dan zijn er een heleboel dingen waardoor je niet gelooft ook in Juist. bepaalde dingen. Juist. Wat dan uiteindelijk uitkomt op liefde. Ja. Weet je? Ja, 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 ja. Um, ik bedoel, ik heb uh, vanaf 16 jaar uh, stond ik al achter de raam. En uh, um, ja, ik heb uh, mannen in allerlei... Wacht even, je gaat snel. Uh -huh. Vanaf je 16e jaar uh -huh. Zit je in de prostitutie? Yes. Dat is wat je zegt. Ja. Uh, hoe, hoeveel jaar? Uh, even kijken. Van 16. En 16 tot, is jong. Ja, van 16 tot. 18, 19. 18, 18. Want toen, okay. ja. La, als jij zegt 19, laten we even drie jaar nemen. Dus drie jaar, inderdaad, en jij geeft het al aan. Uh, uh, dat betekent dat je allerlei soorten mannen tegenkomt. Je hebt Zand. mannen met al hun onzekerheden, met al hun bullshit, met al hun maskers meegemaakt en hun bagage. Ja. Dus één, dat lijkt mij traumatisch, maar één, dat lijkt me ook een leerschool die ja. weinig vrouwen of mensen überhaupt hebben. Ik ga je vertellen, het is geen leerschool, het is een universiteit. Uh, uh, en ben je geslacht? <laughs> ja, zeker. <laughs> Ja, ja zeker. nee, Ja, ja, I believe ja. That. ik ben geslaagd, vind ik, omdat ik het overwonnen heb. Ja. En omdat ik nu op een lat sta waarvan er geen enkele man mij kan betalen voor geen enkele seconde. Ja. Van mijn tijd en ook niet van geen enkele, voor geen enkele deel aan mijn lichaam. Dus nu klinkt het alsof je nu wel door hebt, want je noemde net Money. Je zegt, ik kom van Money. Ik heb Money gezien. Mm -hmm. Ben je onder de indruk van geld, vandaag de dag? Als een man met geld komt? Ja hoor, zeker. Oh, dat, is al, dat is al een goede, uh, zeg maar... Uh... Maar, niet een klant. Niet een klant, oké. Okay. Daar ben ik vanaf. Maar een man... Ja, ja ik denk dat het is heel belangrijk is dat, dat een man wel wat ja, heeft. Jij kan hè? niet met een broeknikker gaan. Nee. Nee, of... Ja, hij, Daar heb je te veel voor nee, gezien. Nee, en een man die elke ochtend gaat werken. Baba, nee. nee. Ik moet op... Je moet een baas zijn. Ik ben, ik, ben, ik ben ook Je bedoelt die elke ochtend gaat werken voor een ander. Dat is wat je bedoelt, toch? Ja, voor een ander. Hij Juist. moet gewoon baas zijn. Want ik werk uh, 27 uur per dag namelijk. Maar voor mezelf. Nou kandidaat. Maar, maar shout out voor de mannen. Je mother. profiel is goed. We gaan naar iets groeien. Misschien ga je hier weg met winst. Wie weet. Hey, neem maar even vanuit mij: shout out voor de mannen die elke dag gaan werken voor de ander. Want niet iedereen zit in die positie. Ik bedoel, uh, Maar respect voor iedereen, ja, voor toch? de manier hoe ze hun geld Sorry verdienen. Sowieso, maar is niet voor weet jou. Zo'n type je man heb, is niet voor jou. Nee, je da, daar bizar. heb je weer andere dames voor. Juist, oké. Okay, ja, is niet voor jou, ja, absoluut. En. En, en advocaat van de duivel, misschien zijn die wel gelukkig in de liefde. Nou, ik zou je vertellen, die zijn meer gelukkig. Oh, dat weet je wel. Natuurlijk. Ja, Oké, okay. want daar komt wat bij, hè. Dus, het uh, uh, type man waar jij het over hebt, mm -hmm. dat neemt ook heel veel met zich mee. Of, of, of misschien moet ik anders zeggen, dat neemt heel weinig met zich mee. Als het gaat om love en iets echts. Ja, het ligt er ook aan. Kijk, het... want als hij vindt. Als hij, als hij met geld komt, dat betekent hij heeft opties, toch? Mm -hmm. En hij vindt, hé, je bent nu dit, je bent dit, je bent dat, je bent dit, je bent dit. En on and to and the next one. On to the next one. Ja, maar er is altijd wel iets in je wat, wat, wat jou toch daar kan houden. Okay. Je moet. Wat, wat, wat heb jij dat een man kan houden, zo'n man? Weet je? Trouwens, ik heb op dit moment 3,75 in mijn zak, dat weet je dat. Maar I'm, I'm going work for it. Komt <laughs> goed. We gaan verder. <laughs> Wat heb jij dat zo'n man kan houden met uh, money? Kijk, ik, um, ik, ik heb... Uh, hey. Veel te bieden, denk ik. Ik, um, ik kan... Uh, ik stel de vragen helemaal via mij. Ik, uh, <laughs> <laughs> Kijk, ik kan je beste vriendin zijn. Hey. Ja? Je luisterende oor. Ja? Ik kan je huisvrouw zijn, als het nodig is. Oh, dat ben je ook bereid. Een goede doen. moeder voor je kinderen. Ik kan uh, je businesspartner zijn. Hey. Ik kan uh, plannen met je beramen. Ik kan. Uh, beramen ook, het woord berasie. <laughs> je? je vervalt weer in die shit. <laughs> uh, ja, maar je kan plannen beramen in allerlei opzichten. Nee, is kunnen pure ding. Kan je koken? Heerlijk, heel goed koken. Funchi. Ik kook alles gewoon, maar weet je As dat this? ik het meest gewoon... Nee, ik kook meest Surinaams. Echt waar? Ik zeg het je, echt. Je wilt me verleiden, maar via mij. Nee, meet. echt waar. Ik kook echt meest Surinaams. Ik, 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 ik weet het niet. Uh... Wat is je specialiteit? Um, ja, ik maak eigenlijk alles, maar... Maak je pom? Ja. Ik maak pom, ik maak Chao En ik maak... Ik kook lekker hoor, hè? Cassavesoep. Oké, dat Of dat... niet, broer? <laughs> Ik je je broer is hier ja. die schud mm -hmm. echt hoor. Maar ik kook ik gewoon best wel alles. Kijk, ik, uh, ja, je weet toch waar ik vandaan kom. Ja, ja, ja. Survival, daar, dus daar, sowieso. daar leer je veel. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, dus, ja. Dus ja, en de um, most important thing, ik heb in je ho in bed. Damn! <laughs> ja, j En, en waar, waar ik het niet, waar ik denk dat ik tekort kom, haal ik hulp bij. Dus daar sta ik ook wel voor open. Wat wil je nog meer? Weet je, ik ga niet voor je liggen. Ik hier als uh, best wel een nuchtere man, die ook het een en het ander gewend is. Ik vind dat je een paar punten hebt gescoord hier in je pleidooi. Ja, toch wel? Ja. ja. Oké okay, dan. Heb jij iets aan mij 3,75? Nee hè? Nee, maar weet je wat het is? Nou. Kijk, je moet mensen nooit onderschatten. Klopt. Snap je? Klopt. Als iemand dat moet weten, ben jij dan. Wanneer jij zegt dat je 3,75 in je zak hebt... Oh nee, dat is niet wat ik bedoel. Dat ben, oh. Als het wel zo was, zou ik de eerste zijn om te zeggen... Had ik, had ik veel meer gebluft. Ja? Toch wel? Ja. Ik dacht zo, dat je zoiets eerlijk zou zijn. Hey mama, je lijkt me matchen. een eerlijke man. Ja, ik ben absoluut eerlijk. Daarom ja, zeg ik dat ook zo. Oké. Okay. Wat ik doop vind sowieso... Ik begon over sterke vrouw, toch? Uh -huh. En dat blijkt ook. Want dat betekent dat je alles hebt overwonnen en je trauma. Kijk maar naar nou, hoe je praat. Yeah, because you live, you have fun. And you don't have fun with your past. Maar je praat erover gewoon vrij. Yeah. I love that shit. Want volgens mij, uh, je hebt behalve mannen ook veel vrouwen meegemaakt. En jij moet vrouwen onderdoor hebben zien gaan aan de lifestyle. Uh, of het nou prostitutie is, of, of vrouwen die in zo'n wereldje belandt van gangster shit. Maar jij staat hier gezellig met me te lachen en haalt die voorbeelden aan. Dat is waarom ik zei wat ik zei aan het begin. Sterke vrouw. Ja. Maar ik kan dat niet voorbij laten gaan. Uh, ho in bed. Mm -hmm. <laughs> nee, want dat is belangrijk volgens mij voor iedereen. Hè? Ik ga je iets vervelend over mij zeggen. Vertel. Ik heb me dat gerealiseerd. Dus wanneer ik pas met een dame ga, toch? Dan wil ik dat ook allemaal. Ho in bed en al dat soort vieke shit. Maar ga ik lang met haar. Dan ga ik. En dit is, echt, dit is echt, eerlijk. Want het is ook niet eerlijk hoe mijn hersen dan werkt. Dan wil ik opeens dat ze een beetje, uh, ja, dat soort ho dingen achterwege laat. Want dan, hè? Is dat veel het mijn voor jou? Vrouw. Nee, 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 nee. Op dat moment. Oh, dan is ze dus, je vrouw. Dan is ze mijn vrouw en opeens dan, ja, het klopt niet. Ik weet dat het niet klopt. Oké, okay, maar het zijn wel dingen waar je op geld. Waar ik in eerste instantie op gelde, ja. inderdaad. Ja. En op een, Absoluut. Moment, op een gegeven moment krijg ze een andere status. Ze wordt je vrouw. Juist, oh, je begrijpt me. Dan wil je niet meer dat ze die ja, dingen opeens, doet. Ja, ik Waar dat. haal jij dan die lust vandaan? Ja, maar, nee, maar nu is die lust op iets anders gebaseerd. Dat van, ik wil met je bouwen. Ik wil met je zijn. Jij noemde net een paar pointers over... Uh, ik kan je helpen denken. We kunnen samen bouwen. Ik kan voor je koken. Ik kan voor je, huisvrouw voor je zijn als het moet. Ik kan freak voor je zijn. Ik... ik ik kaart alleen aan dat ik dat lastig van mezelf uh, vind en dat ik dat heb ontdekt. Daarom ben ik meer single. Want single Gilly is een veel leukere doet dan Gilly in een relatie. Ja. Single Gilly is, hé, hey, laten we freaky doen all the time en dat soort shit. Maar wanneer Gilly in love wordt mm -hmm. en je begint te zien als wifi en shit. Dat is, je laat me bijna een beetje denken aan. Uh, maar je kan nooit van een hoeren huisvrouw maken. Je kent hun honger door Maar, hoofdzwijf. Maar in mijn geval um, kwam dat net niet te pas, omdat ik bied gelijk, ik, 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 ik zet gelijk al mijn kwaliteiten op tafel. Weet je? Dus die, Naast je flows, Of tenminste. Nee, die man moet gelijk weten wat hij allemaal hebt. want ik yes. wil ook weten wat ik aan hem heb. Ja. Snap je? Ik snap hem. Ik ben stout. Ik herken het aan de twinkel in je ogen. Zeg ik gekke dingen? En daar heb ik het niet per se over. Weet je? Ik heb het niet per se. Al had jij niet meegemaakt wat je had meegemaakt, al, uh, al dat soort dingen, dat terzijde. Jij bent volgens mij stout in je DNA. Daar word ik met je naartoe. Dat wou ik. Je haalt de woorden uit. Mijn mond. Haal ik de woorden uit je mond? Ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Kijk, sommige mensen zijn gewoon born to be. Ja. Snap je? Um, je, je, kijk, een vrouw die wordt geboren met een seksappeal. Mm -hmm. Een vrouw die wordt geboren met haar kunnen. Ja. Ja. Um, uh, het is of je het hebt of je het hebt het niet. Mm -hmm. Snap je? Niet el elk vrouw heeft dat. Cool. Snap je? Een uh, een dan, laat ik het dan niet zeggen. Een vrouw, bepaalde vrouwen dan. Mm -hmm. Bepaalde vrouwen worden geboren met een seksappeal. Bepaalde vrouwen worden geboren met de kunnen. Bepaalde vrouwen worden geboren met de lef. Mm -hmm. Weet je, de bepaalde vrouwen worden geboren... die zijn gewoon gelijk down to earth. Ja. Weet je, kijk, het zit gewoon in je DNA, zoals je het zegt. En um, weet je, ik, uh, het, het, het zit gewoon in mij. Kijk, Klopt toch, wat ik, ik zei? Ja, weet je, kijk, ik kan bij bijvoorbeeld geen... Eigenlijk kan ik geen normaal gesprek voelen met een man zonder te flirten. Ja, je doet het goed tot nu toe. Ja, maar kijk, ik, maar ook met vrouwen. Of dat lichaam mij? Maar ik doe het ook met vrouwen. Oh ja? Ja, het zit gewoon in mij. Je het valt zoals... ook op vrouwen? Ja. Ja. Okay. Um, uh, ik, uh, ik, ik. Ik kijk niet meer naar vrouwen zoals ik vroeger naar vrouwen keek. Um, Hoe keek je vroeger naar vrouwen? Wat bedoel je daarmee? Ja, vroeger. Ja, dan. dan, dan ja, dan keek ik naar vrouwen van uh, meer in die zin: van oké, okay, ben je wel goed genoeg om uh, de club te joinen? Ben je wel goed genoeg voor een avondje orgie? Ben je wel goed, weet je wel? Dan kijk ik naar je pakket, weet je wel? Oké. Okay. Uh, weet je wel, klop je wel in mijn bestand, snap je? En hoe kijk je nu naar vrouwen? Um, Want het klinkt alsof het vooral gebaseerd was op seks. Ja, om, ja omdat. Uh, ik, ik zit in die wereld toch? Dus, Oké. Okay. Snap je? Yeah. En die wereld. Je kan het niet scheiden. Je kon het niet scheiden. Nee, want dat was mijn leven. Oké. Okay. Mijn leven bestond uit seks, wereld. Weet je? En wanneer je dus zeg maar in de drugswereld stapt. Ja. Yeah. Seks is daar niet ver vandaan. Want Klopt. met de seks ja. bereik je veel daar. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus seks heels. Ja. Dus uh, weet je, maar nu kijk ik meer met respect naar vrouwen. Oké. Okay. Omdat ik kom, wat, wat, wat gezocht, ik kom van de generatie. Ik kom um, van de generatie. Ja. Gold digger time. Weet je? Ik, uh, ik kom van een generatie waarvan wij echt. heb je geen geld, ga ik geen gesprek met je aan. Was jij een gold digger? Ja. Ben jij een gold digger? Ja, in mijn nog mindset steeds. nog oh, steeds. In je mindset nog steeds. Ja, maar niet, maar, niet, maar niet op die, op die hoge lat level als vroeger. Ja. Weet je wel? Ja, ja. Nu toch wel anders. Omdat ik toch altijd blij vind dat een man gewoon wat in zijn zak moet hebben. Klaar, hij moet gewoon geld hebben. Ja. Ja, ik bedoel, ja. Ja. Weet en een je vrouw? Wat moet een vrouw hebben vandaag de dag voor jou? Een vrouw moet vandaag... Zou je vandaag... met een vrouw kunnen leven? Nee. Dat niet? Absoluut niet. Dus, dus het is meer over. Dit is seks-based, uh, fun en ja, dat lust. soort dingen. Lust, lust. Maar je zou niet met een vrouw kunnen leven. Nee, absoluut niet. Dus je... ben je bi? Biseksueel. Biseksueel, maar meer van. Ja, meer van. Maar, ja, maar weet je wat het is? Ik ben nu ook. Ik ben nu ook. Op een level waarvan ik eigenlijk. Weet je, het is heel lang geleden dat ik iets met een vrouw heb gedaan. Echt, huh, volgens mij meer dan vijf jaar. We kunnen het vandaag fixen hè, de weer. Ja. <laughs> Word jij vrouw? Want ik kan man worden. Nee, maar ik ken een vrouw. Oh, je ja. kent een vrouw. Wow, 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 wow. Nee, 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 nee. nee. Wacht. Wow, 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 wow. uh, uh, wa. <laughs> Inderdaad. Wat zeg je nou? Je kan man worden. Ja, tuurlijk. En weet je, en je hoe lekker het is? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. We doen er do shit over ik hoor, ik, ja. hoor, ik hoor wat je zegt, waar je naartoe nou gaat. Maar mm -hmm. wat, jij hebt, dat betekent, je hebt allerlei soorten mannen meegemaakt. En allerlei, want er zijn mannen die dat dus dig, diggen, wat jij hier zegt. Waar, waar heb je het over? Dat jij een strap-on opzet en een feestje gaat bouwen. Een big band en de coconut doet. En die man gewoon lekker pak, weet je. Ja. En weet je wat lekker is? Als je een man op zijn hondje ziet. Dat is ja. zo heerlijk. Maar laat me jou iets vragen. Met al jouw ervaring. Je hebt allerlei soorten type mannen ontmoet. Je kan mij toch aankijken en weten van. Maar deze boy hoef ik dat niet aan te bieden. En respect, want ik geloof best wel dat dat seksueel iets doet voor een man. Dat dat de air is wat de meeste mannen niet, uh, meeste mannen niet weten. Wat voor plezier dat eventueel kan brengen. Dan ga ik al verre door dit te geven. Maar nou, I'm good. Dat herkende je niet aan mij. Nee, weet je wat het is? Um... De look bedriegt het, heb ik geleerd. Oh ja. Omdat um, de meest softy jongens. Mm -hmm. die hebben de gruwelijkste wensen. Ja, ja. Weet je? Waarvoor? Je ja, van... mij niet soft toch in deze? Nee, maar kijk, ik bedoel softy look. Een beetje heb ik ge... een softy look. I love ja, it. Ja, je, je hebt een. Je hebt, een, je, hebt een, je hebt geen beesten look. Nee, ik heb geen beesten look. Nee. I love it. Weet je? Mooi. Dan maar toch, maar toch kan er een beest in jouw leven. En daar ga ik dan gelijk vanuit. Oh, Kijk, die mannen die beestig uitzien, die hebben kleine piemel, die doen niks, die zijn, die, die zijn zo klaar. Die, nee joh, ja. het is waar je het niet van verwacht. Ja. Daar komt het. Oké. Okay. Laat me een illusie uit de wereld helpen. Doe dat. Ik ben niet eentje die kan zeggen, ik een hamer. Dat moet ik wel erbij zeggen. Maar jij zegt, jij kan naar een man kijken. En weten of die kan neuken, ja of nee. Ja. Je oordeel. Die al krom was, trouwens, by the way. Met die softy look, maar het is altijd de goodie. Jouw oordeel eerst over mij. Eerlijk, hè? Dit is Gillies Love Line. Eerlijkheid. Ik denk dat jij. beter aan nou. Ja, ik denk dat jij vrouw beter anaal kan bevredigen dan vaginaal. Maar dat, is, maar, maar dat klinkt als een dis. Nee joh, hoe bedoel je? Dis? Oh. Nee, absoluut niet. Hoezo? Als je de achterdeur niet kent, dan ken je de voordeur ook niet hoor. Oh, die... Yeah. Hallo. En wie is daar tegenover, nou, tegenwoordig nou vies voor? Ik, ik, ik moet je, ik moet je, ik moet je <sus> laten uitpraten. Nog meer? Huh. Ja, ik denk, jij, ik denk dat jij heel goed kan pompen vanuit de achterdeur dan vanuit de voordeur. Ik denk, ik denk dat jij, als jij een vrouw, als een vrouw op. Praat vrij. Als een vrouw op jou gaat zitten, ja. um, met je penis in haar anus, jawel. En jou vanuit die positie, Rijdt. Jawel. En dat jij dat geweldig vindt. Oké. Okay. Maar op het moment dat jij de touw in de handen neemt. dat jij die vrouw vooruit. Ja. ja en jij het achter, maar dan in haar anus. Ik denk dat jij daar. Veel beter in ben dan dat jij een vrouw gewoon lekker op de rug hebt. En dat jij even zo. Uh, nee, dat ik denk dat je. Weet, da, dat zou je ook wel best wel goed doen, maar ik denk dat je daar een beetje. Ja, ik weet niet. Ik denk dat jij beter functioneert vanuit de anaal. <laughs> ja, <it's> my, my <lacht> <meaning>. <lacht> it's het is mijn mening. Het is mijn mening. Het is gewoon wat ik zie als want, ik naar je kijk. Terwijl ik denk dat je me ook compliment geeft, onderweg is het dan toch. Dus Eigenlijk maar het is, is een compliment. Het is, okay. het is een compliment. Maar, maar want luister, ik, want ik, luister dan. Ja. Alle mannen kunnen via de voordeur naar binnen. Maar oh. niet alle mannen kunnen via de achterdeur naar binnen. Oh, is dat zo? Tuurlijk niet. Ze weten die deur niet te hendelen, schat. Oh. Als ze hem openbreken, heb je een probleem. Dan heb je geen genot. Snap je? En ik denk dat jij precies weet hoe jij via de achterdeur naar binnen moet glijden. Oké. Okay. Ik denk dat jij die. En. en Mocht je dat nooit hebben uitgeprobeerd, mocht wat ik je zeg nu nieuw is, zijn voor jou in je oren, ga het uitproberen. Hé, hey, ik wil dit doen. Doe het zonder. Best een, uh, met, een uh, met een pop of zo. Ja, dat kan ook. Nee, nee maar alles je kan. Hallo, halen. we leven in 2021. Hallo, ja. waarom niet? Weet je hoeveel mensen ik ken die gewoon... Uh, al, ja. ja, maar jij kent ook mensen, hè? Ja. <laughs> Laten we even daar eerlijk zijn. Jij ja. kent ook mensen. Ja, ja. Want <laughs> check. Kijk, schat, alles, alles triggert mensen. Alles kan mensen dat triggeren. Dat dat geloof ik. Weet je, er zijn... Kijk, als ik als, ik, als, ik, als een vrouw, yeah. bij wijze van spreken... Je, een, 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 je wil een lekkere seks met die vrouw gaan beleven. Mm. Als die vrouw, laat ik het zo zeggen... Um, jou lekker gewoon... Jullie hebben lekker samen in bad gezeten, jij en je vrouwtje. Hè? Jullie hebben lekker in bad gezeten, weet je. Moeten het jullie mijn vrouwtjes zijn? zijn? Of je bitchy, je, of je, je chicky. Kan er niet de gast van Gilly's Love Loveline zijn? Maar ga verder. <laughs> ja, dus oké, okay, jullie hebben lekker, um, weet je, lekker uh, alles gedaan. Iedereen is schoon, lekker, mm -hmm. weet je. Nee, het moet wel je partner zijn. Want ja, wel. ik zou ah. het niet zomaar doen bij een ander. Maar goed. Oh, dus het is wel speciaal, zeg maar, uh, ja. die deur. Ja, maar dat zeg ik je. Het wordt nog romantisch. Je bent een special ook. guest. Ja, oké. Okay. Dat zeg ik je. Als je die deur kan. Ja, ja, ja. Dan, 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 snap je? Kijk, en, en oké. Okay, stel je voor. Die, je, je hebt slagroom. Je hebt fruit. Alles. Je hebt, je hebt dildo. Je hebt ijsklontjes. Je hebt op, Alles Fix. heb je. Ja, alles heb je. Brandt dat niet bij uh... Nee, dat brandt niet. Nee, in combinatie met die ijsklontje niet. Oké. Okay. Hey school meer? weet je, je, dat dat, dat is air conditioning, schat. Oh, dat, is, dat, dat is die airco. ja, oké, oké. Maar um, oké, okay, stel je voor, dus dan, dan, weet je, we zijn al, we gaan gewoon al, weet je, er, ja. we, we, er is geen grenzen. Ja. En ik vind dat als als jij met een vrouw seks hebt, een, een, als er seks is tussen een man en een vrouw, ja, ja en ik kom. Uh, uh, bij jou uh, bij, in je kont uh, bijvoorbeeld, dan dat maakt jou geen homo voor mij. Weet oh, je? Oh, oh, oh. Maar stel je voor, nee wacht, nee, stel later, je voor, later. ik spuit een beetje slagroom in je bil en ik ja. ga je bil likken. Ja. En je komt erachter, er heeft nog nooit een vrouw je bil gelikt, maar je komt erachter mm -hmm. dat het heerlijk is. Okay. Jij vond het heerlijk dat die vrouw jouw bil heeft gelikt. Ja? ja? Jij bent geen homo. Daar komt geen man, jij laat geen man toe om jouw billen te likken. Dat laat jij niet toe. Die vrouw mag jouw billen. Je vond het lekker. Je wist nooit dat je het lekker vond. Jij denkt van hé, hey, dat is gay. Blijf van mijn billen af. Wat de meeste Antillianen denken. Blijf van mijn billen af. Weet je oh, Nee, het is mijn billen. Maar het kan gigantisch lekker zijn. Voor die man. En dan komt hij erachter hoe heerlijk het heerlijk is. Je hè? Nou, ik, heb, ik lees mijn boek. Ja, Oké. Okay. Lees okay, mijn boek. Nou. Is dat ook zo speciaal, Billelijk? Is dat ook een wat voor man? Is gereserveerd voor je man? Ja, het staat op de menukaart, maar ja, je moet het wel Nummer speciaal. 199. Nee, nee, je moet hem speciaal aan de kok vragen. Eh, eh. Oogst persoonlijk. Mm -hmm. Oké. Okay. En als de kok je een beetje mensenkennis heeft en weet waar je naar op zoek bent. Yeah. Dan biedt hij jezelf, zij jezelf, die speciale gerecht. Hey, ik zal, je wat, gerecht ik zal aan. je wat zeggen. Interessant wat je allemaal zegt. Mm -hmm. Als je goed hebt opgelet, mm -hmm. heb ik nog bevestigd of ontkend. Ik mm -hmm. heb gewoon geluisterd. Mm -hmm. Thank you for the knowledge. Nu ga ik jou schoolen. Mm -hmm. Want dit is mooi allemaal. Ah, no, dit is genieten. Maar hoe lang heb jij niet de liefde bedreven? In een verliefde status. Dus letterlijk make love. waarbij je hart aan iemand hebt gegeven. Want weet je hoe lekker. En dat is die liefde, wat ik jou zeg. die ik nog nooit heb. And gehad. that's why I'm gonna school you now. Mm -hmm. Ik heb het gehad, ik ben niet daar. Maar ja, alles die liefde. dan kan je toch nog elkaar onderzoeken. kijk wat je aan de moeder moet Nee, klopt ja, maar leken. alleen ik zeg jou. dat is een hele andere soort sekservaring. Mm -hmm. En al die mooie dingen die je net op ons geeft. Behalve die slagroom die je in mijn reet wilde houden. Die gaan we <laughs> Je mag. loeken, wil je weer heel praten? <laughs> je mag van mij met je tong er langs gaan. Uh -huh. Ik zal je wat zeggen. Uh -huh. uh, Klopt wat je zegt. De eerste keer, way back in de jaren negentig... Uh -huh. toen een meisje per ongeluk de tong langs mijn reet haalde... was ik boos, want ik dacht, ze heeft me gay gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Back. je hebt me gay gemaakt. Aha, uh -huh. Maar de tweede keer, bam, Voeten in de lucht, alles. Ja. Omarmd. Is toch heerlijk? Is een feest. Is een feest. Het is een feest. Als je dat doet, is een uh, feest. Het is een feest. Dus het is waar wat je zegt. Het is een feest. En, 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 en ik ga je één ding zeggen. Hè? Ik vind dat wanneer een vrouw, een man in zijn billen likt vind ik die man absoluut geen homo. Maar ik zal je wat eerlijk Niks zeggen... Niks mee he? te maken. Het is. Als, het jij, is mij, een, het als is... jij mij kan overtuigen om een drankje te drinken... met de aardbei en het druif erin... volgens mij kan je er ook slagroom in mijn reet spuiten. Ja, schat? Ik denk het wel. Oké, okay, dan. I'm just kidding. Oh. Maar toch een box. <laughs> Hell no! Moehoe. Nee, nee, nee. Respect voor alle... En ik zou je wat zeggen. Als iemand tegen mij zou zeggen... Hé, hey, uh, uh, ik laat slagroom in mijn reet spuiten en mijn vrouw. Hé, hey, zou ik zeggen, hey, respect man, het zou me nooit lukken. Ik zie je bij open minded, dope voor jou, niet voor mij meer, man. Maar het is uh, keep it in mind zou ik ja. zeggen. <laughs> ja, nou, kijk, en weet je, als je respect nog zek... mijn ervaring, mijn ervaring. Laten we specifiek over slagroom hebben. Is overrated. Sterker nog, het stoort, vind ik. Ja. Want die sma. Uh, komt, uh, dat hangt af van uh, dame natuurlijk. Bij de ene komt meer uh, vrij. bepaalde vocht vrij. bij de andere is die dikker, is die anders. Uh, smaakt ja, die anders. En dat gemixt met slagroom. wordt een hele tory. Nee, de Slagroom is, is een beetje ook uit, uh, uit de, 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 de mode, hè? Ja. Je tijd tegenwoordig heb je allemaal bepaalde. Hmm. Weet, ach, weten? Ik vraag het je. Ja? Wat doe jij nu? Niks. Dat <laughs> ja, is zo so real-life antwoord. Nee, nee <laughs> ja. niks. Ik, uh, ik, ik, ik zeg je hoe, heel eerlijk. Mijn seksleven... Hoe maak je het nog interessant voor een vrouw als jou? Dat zou wel. Ik zou die uitdaging aangaan hoor, daar niet van. Weet je wat ik met jou zou doen? Mm -hmm. Dus deze, de, de, de kleine moment die we met elkaar hebben gehad. Weet je wat ik met jou zou doen? Mm -hmm. Ik zou de liefde met je bedrijven. Ja. Ik zou je hoofd helemaal op. op, op Echt waar? Op, ja, omdat je het minimaal hebt meegemaakt. Ja, oh. Dat... Want ik zou oprecht liefde met je bedrijven. Ja, ja. Dus al dat soort dingen wat je opnoemt is prachtig, aan nou. Mm -hmm. Maar ik zou tegen jou zeggen: Mafia, meid. Vandaag ben ik de daan. ik bedrijf de liefde met de daan. Ik ga van je houden vandaag. Wacht, ik ben op de dawn. Vandaag ga ik van je houden. En al speel ik het. Gaat hetzelfde gevoel krijgen als wanneer ik het meende. Wees je me toestemming om van je te houden? Nee, ik vind het eng. Maar dat is wat ik met je zou doen. Hi, pi, pi, pi. Ja, maar die man die dat doet, die, die, ja, die, die... Woesh. Juist. Dus dat... That's the man! Jij hebt, jij, jij hebt mij een beetje gegeven, ik That's heb jou een the beetje man. gegeven. Ja, ja. En zo groeien we. Ja, ja, ja. Maar kijk, ik, ik snak daarnaar. En ja, misschien ja, snak it. jij ook naar die tongen die op jou. Zonder dat je het weet. Nee, nee, nee. Ik zou je wat zeggen. In Suriname zeggen wij chintori. Hoe zeggen dat in, chintori, in hè? Dat is, stelt niks voor. Hai, kaka. Letterlijk. <laughs> <laughs> letterlijk douche. <noesie. laughs> Oh man, uh, <laughs> nee, maar uh, I, I love it. I love it how you celebrate sex and your sexuality. L ja, toen je 16 was, mm -hmm. ja, I love it hoe je dit op een light note neemt. Toen je 16 was stap je dus de prostitutie in. Mm -hmm. hoe oud was je toen je werd onmacht? Twaalf. Twaalf. Ja. Was dat op een verkeerde manier? Want je hebt, ja. je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt praten zo gezellig. I don't want to get the mood down. Maar ik wil wel weten. dat meisjes die dit kijken. waar je vandaan komt. Ja. Weet je? Ja. Uh, dus daarom stel ik die vraag. Was dat fokt fucked-up manier of was dat een uh, normale manier? Het uh. was, het was, het was. It Weet was... je wat ik wilde zeggen? Ik, ik, ik betrapte mezelf op een beetje hypocriet zijn, bijna. Mm -hmm. Ik wilde zeggen. Nee, het is wel waar, daar niet van. Want het is niet normaal om op je twaalfde onmaagd te worden. Nee. Toen bedacht ik me. Ik was elf jaar toen ik voor het eerst mijn piemel in een meid stak. Ook niet gezond. Ook niet gezond, by the way. Hoe oud was je? Elf. Toen ik voor het eerst mijn piemel in een meid stak. That... Elf? Elf. En ik wist oh. niet wat ik deed. Ik stak hem erin. En ik was zo bezig met celebreren aan de homies, vertellen van I did it! In plaats dat ik het echt deed. Waar was je moeder? Dit was in een kelder. Hmm. Met het publiek alles. Heb je het iemand verteld? Tadaa. <laughs> Everybody knows. <laughs> okay. nee, maar dus, dus ik tel dat moment eigenlijk niet mee. Ik tel mee, toen ik 13 was, was ik ontmaagd. maar toen wist ik tenminste wat ik deed. Mm -hmm. En ook daar was publiek bij. Dus ik ben sowieso ook ongezond het seksueel was 12, opgegroeid. Het was 14. Dat is een verschil. Ja, het heel erg, we maken het niet veel erg beter. Het 14. Maar mijn vraag was dus. Was dat traumatisch of was dat met een leeftijdsgenoot en hoe was dat? Het was, um, ja. dus het vrijwillig? Het was vrijwillig, maar weet je wat het is? Het was een, een jong meisje die um, um, weggerukt is uit een familie, uit een eiland naar Nederland gestuurd en dan. Uh, ja, opgevoed zonder vader. Ja. Um, op zoek naar identiteit. Um, op zoek naar aandacht. Um, en ook snel volwassen willen worden. Ja. Dus met dat allemaal... Als je nu... Hier... Ja. Was het geen... Dus dat was dat meisje dat werd gemotiveerd ja. door dat in al haar doen en laten. En ook als het aankwam op relatie met jongens. Dus ja. Zeg ik het goed? Ja. Even, even kort. Jij, jij kwam van Curaçao, mm -hmm. Werd verplicht weggerukt uh, mm -hmm. bij de mensen door wie je bent opgegroeid. Mm -hmm. Kwam terecht bij in Nederland. In Nederland mm -hmm. Bij je moeder? Bij mijn echte moeder. Bij je echte moeder. Daar werd je mishandeld? Ja. Maakt je heel veel mee. Mm -hmm. geen, uh, niemand moet meemaken en helemaal niet een kind. Mm -hmm. En als ik het goed begrijp, eindigen we het dus in een internaat. Ja. En met al die bagage, mm -hmm. ga maar een puber zijn. Ja. I get it. Daarom ja. vraag ik dat. Dus dan, dan, dan zeg ik op je antwoord, op jouw vragen. dan was het geen nee. Nee, nee. Nee, het was niet bij je. Uh... Nee, weet je, ik heb... Uh... En check, ik deel ook met jou net, hè. En dat is niet stoer. Want wat ik altijd tegen uh, uh, mijn homeboys zeg, die met mij zijn opgegroeid... ik zeg, hé, hey, wij zijn niet gezond, seksueel gezond opgegroeid, hè. Besef dat, hè, mm -hmm. mijn man. Want het is niet de bedoeling ik, ik, dat je elf jaar bent en voor het eerst... of dat je dertien jaar bent en wordt ontmaagd met andere kills erbij... en uh, uh, twee meids in die... Dat is niet normaal. Nee. nee. Dat is niet normaal. Maar nee. dat wist ik niet. Dat wist ik pas jaren later. Moest ik volwassen voor worden om terug te kijken en te begrijpen van... oh. Daarom sta ik nu zo in het leven hoe ik sta. Daarom kijk ik zo naar vrouwen nu, hoe ik naar vrouwen kijk. Mm -hmm. Dat besef ik nu. Mm -hmm. Dus no judgment. Mm -hmm. I get it. Um, weet je, um, achteraf, dus nu, jaren verder, kan ik je vertellen dat, en dat is ook de, de drang die ik heb, hè, ja. om elk tiener die tegenover mij staat. Die, die kan ik schudden, weet je wel? Ja, ja. En, 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 en smeken van: Be you, weet je? Wees het kind die je nog moet zijn. Ja, ja, ja. Wees het puber die je nog moet zijn. En laat, het, 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 laat je lichaam de tempel zijn die je. Ja, die je, die je opent op het moment dat jij weet en voelt dat je ervoor klaar bent. Yeah. Weet je, en allerbelangrijkste, dat je gewoon eerst studeert. Als ik terugkijk naar al mijn valkuilen, yeah. naar alles wat ik al mijn tegenslagen, al mijn drempels. Mm. dan weet ik precies waar het mis is gegaan. En, en, en het is daar misgegaan. Bij het veertien jaar, bij het eerste seks en het eerste. Weet dus die periode zeg jij, daar is alles krom. Ja, want te gaan. Je, je, je verliest ook. Je je, verliest, je kent de waarde niet eens van je leven. Twee jaar later beland je dus in de prostitutie, ja. is het verhaal. Ja, en easy like that. En snel ook. Ja. Zeg maar, veertien jaar ontmaagd. Waar, nee, maar. Vind je je nog niet, onschuldig? Ik bedoel niet qua tijdlijn, hè? Ik bedoel qua mindset. Ja, ja, ja. I get you, I get you. Snel erin. Want je moet wel. Je moet ook. Ja, je moet niet ook... eens tijd om na te denken: van, oh, zou ik dit wel doen of zo? Nee, gewoon pap, snel erin. Weet ja. je? En, 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 en achteraf, ja. Kijk, uh, nee, man. Het is. Het is. Waarheid. Echt. Weet je wat? Waarheid. Kijk, het is niet de moeite waard. Het is niet de moeite waard. Um, weet je, het, uh, uh, weet je, het, het is, het is zo belangrijk dat je jezelf. Weet je hoe stoer het is als je, als je tegen, een, als je tegen een, een jongen kan zeggen. met je achttiende: Ik ben nog maagd? Toch? Dat, is, dat is zo fucking stoer. Hey, ik ga je nog iets anders zeggen. Een ander voorbeeld wat mensen niet weten dat stoer is. Wat als de jongen terug zegt: Ik ook. Dat oh. is de liefde. Dat ja, is de liefde. en die twee gaan echte liefde bedrijven. En, en, juist, oh dus ja, precies. Die twee dus gaan de theorie ken je Inderdaad, ja, klopt. Tuurlijk. Klopt, want dat is based on some, Dat is waar wat je kijk, zegt. Kijk, in theorie weet ik helemaal waar hoe, en dat hoe heb heel jij veel niet mogen dingen meemaken. Nee, en ik ook niet in bij de week. In praktijk gaat het anders. Ja, ja, ja. Weet nee, je, ja. maar dat is heel stoer. En, en kijk, weet je, nu um, de, 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 de generatie van nu. Die moeten gewoon zodanig beseffen dat de toekomst is van hunzelf. Dus kijk dan, ik, ja, jij bent nog jong, maar weet je, met mijn verhaal kan ik je vertellen: ja. wij gaan door. Kijk, ik verwacht dat jij ook de shit wordt in dit leven. Want die kinderen die ik heb, die hebben misschien baat later. Mm -hmm. In wat dan ook dat jij bent geworden op de, in deze maatschappij. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. Dus alles wat nu komt moet beseffen. Die weg wat daar te wachten staat op jou. is van jou en van niemand anders. Die weg is van jou. Dus jij moet heel goed weten hoe je die weg bewandelt. En hoe snel je die weg bewandelt. Of hoe rustig je die weg bewandelt. Want at the end, dan. Bereik je alles. Weet je? Dat alles. Ik, ik wilde vroeger zo snel mogelijk. Ik wilde nagelak. Ik wilde stikken, Ik, Weet je? Achteraf denk ik hè. Kijk, als ik een dochter heb. Van 14, 15, 16. Nou ja, oké, okay, 16. Maar, maar soms zie je kinderen van 18. Die hebben al nagelak. Nee. Oh, dit is ik... een andere tijd. Dit is een andere tijd, ja. Ja, weet je, het is een andere tijd. Maar kijk, ma ma check. maar die nagelak, <laughs> ja. die nagelak wat je op Doet dat kind de, van ja, ja, ja. acht ja, jaar ja, laat toelaat, ja. dat, 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 dat stimuleert zich ja. met al die, die, die ja. denkcellen daarboven. Ja. Wat tegen gaat komen met het seksiness en het gevoel en het dit en, en, en dan ja. maak je een kind sneller vrouw dan dat het. Dit, dit, dit is helemaal waar. Maar weet je, ik zou je wat zeggen. Ik zeg altijd tegen die jongetjes van nu. Ik zeg: luister, in mijn tijd, een 16-jarige meisje had een krul hier, een legging aan, en Nike's. En die legging was al sexy. Oeh, ze heeft een legging aan. Die meisjes van nu 16, hebben hakken. Ja. Je denkt ze zijn 21. Ja. En ik kijk daarna en ik denk. Hmm, apart. Ik ga je iets engs vertellen. En ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Dit is ergens verleden jaar. Uh, voor de corona-bullshit. <coughs> ik loop op straat en een groepje van 13-, 14-jarige meisjes ongeveer. die zeggen: Meneer, meneer, zij wil jouw nummer, zij wil jouw nummer. Ha, 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 ha. Ik kijk naar, ik denk: Moet ik mijn riem loshalen en ze pak slaag geven? Moet ik ze aanspreken? Ik dacht alles wat ik doe is weird. Weet je wat ik deed? Ik rende weg. Rende <laughs> ik wist niet hoe ik daarmee ja. om moest gaan. Maar dat ding heeft me nooit losgelaten dat ik dacht van, what als ik een weirdo kill was? Want die zijn er genoeg. Ja. En die denk. Huh. Ja. Dus ik maakte me zorgen om die meisjes en trok hun. Ik. ik uh, oh nee, dat, uh, ik trok ze gelijk over één lijn en zei: Alle meisjes zijn zo. Open. Damn, iedereen in mijn familie ga ik meepraten. Dat is wat ik ga doen. Mm het -hmm. maakte me bang. Ja. Want ze zijn ook verder, hè? Ja, maar weet je wat het is? Ik denk dat we er weinig aan kunnen doen, want het wordt steeds erger. Ja. Yeah. Het, het gaat... Maar wat zou <laughs> en... jij eraan kunnen doen? Jij, 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 jij zegt ook van: ik weet, ja, don't nou. Nee, nee, weet je, ik, uh, ik, 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 denk, ik geloof heel sterk dat. dat wat, wat komt nu van, laat ik zeggen, tien naar voren? Die kan je, daar kan je nog wat mee doen. Oké. Okay. Ja, maar dan zou je hele. Hele sterke ouders moeten zijn, want dan zou je ze zonder Playstation, zonder technologie en al die weet je... Je zou ze moeten beschermen voor de, 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 de media. Zonder smartphone eigenlijk. Dat ja, is je zou ze moeten internet. beschermen voor de social media. En ik denk dat dat, dat dat is de enige manier om nu... En, ja, maar dat, gaat, zal, zal je dat lukken als moeder? Een kind nu nee, no op te ik durf niet voeden... Te zeggen, man. Zou dat kunnen als vader? Je, je een kind op of? te voeden zonder social media? Ik denk, het nee. wordt je aangeleerd. Dus ja, ik weet het niet, hè? Ik ben niet degene om hier, hierover te oordelen. Maar ik denk dat je dus bij. Er moet echt een uh, social media gesprek gehouden worden: altijd over de gevaren van social media. Uh, uh, nee, de leeftijd die je, dat je een kind toelaat om, om daar kennis mee te maken. Hoe oud, wat, wat, hoe oud zeg je? Van mijn part gaan ze nooit erachter zitten. God. 31 jaar, je bent mijn kind. Nee, ik heb een kind nee, van nee, 31 jaar. Nee, Je wordt 31 jaar, dan zeg ik, ik heb een cadeau van jou. Vroeger was 18 jaar heel erg gerespecteerd. Hè? Iedereen nee, nee. wil 18 worden, want dan ja, nee. mag je alles. Maar dat nee, is nee, tegenwoordig nee. niet meer no, zo. No, 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 no. Met 14 jaar weten ze al maar, wat ze willen. Maar, maar in die tijd van jouzelf, want jij zegt dat, dat was vroeger zo... Mm -hmm. Maar in die tijd moest jij dus alles doorgaan wat jij doorging. Uh -huh. Uh -huh. In een tijd waar, waar, waar veel judgment ook was. Uh -huh. Dus waarschijnlijk durfde jij ook bepaalde. kon je met niemand delen. Heb je nooit min over jezelf gedacht? Dat je uh, negatief over jezelf dacht. Dat je dacht, ik ben niets waard door alles wat je hebt meegemaakt. Nee. Heb je nooit gehad? Nee. Uh, uh, hoe komt dat? Weet je dat? Want dat is dus wat gebeurt. Dat iemand denkt van ik ben waardeloos, ik ben wat onterecht is, maar wat kan. Ja. Weet je, ik denk dat dat ook een geluk is wat je als mens mee moet hebben gekregen. Ja. Want als ik toevallig denk ik daar de laatste tijd heel vaak over. Omdat ik heel vaak hoor dat mensen depressief raken. En ik kan me niet voorstellen, weet je, ik, ik snap dat. Ik heb respect ervoor dat, dat, dat mensen dat, weet je, dat, dat toegeven, weet je. Mental health is een serieus ding. Het is een serieus ding. Het ja. is echt een serieus ding. En ik, uh, weet je, ik, ik, ik... je zegt het zelf, het is een serieus ding. Dus dat maakt het dat ik. Heel goed moet uitkijken wat je zegt ja. als je daarover praat. Ja, ja, want je wil mensen niet, wil ja, mensen niet pijn doen, je wil nee. mensen niet... Iedereen heeft in zijn familie of mensen iemand, worden die je geeft ja, met, Zeker in deze tijd, Ja, even ja effect op heel ja, veel mensen. Ja, en weet je, als ik, als ik daaraan denk, dan denk ik van... Wat jammer, zoek... Weet je, trek aan een bel. Er is echt wel ergens iemand die naar je wil luisteren. Weet yeah. je, er is echt wel ergens... De moed, geef niet op, weet je, het ja. zoek het, weet je, het, het, het is er. Het kan niet anders. Het is er. Ja. Snap je? En als je als je als je denkt dat je het echt werkelijk nergens gaat vinden, ja. dan richt het maar naar de naar de hemel, ja. want het moet daar komt het zeker vandaan. Ja. Weet je wel? Maar um, ik kan me niet voorstellen mm -hmm. dat ik depressief zal worden omdat het gewoon niet in mijn systeem en in mijn. Uh, dan is dat jouw geluk hoor. Ja, en daarom zeg ik, dat is het geluk die ik heb. Want met al dit, nou dan was ik ja, al lang zwaar ja. depressief. Dat is wat ik bedoel, Jij heb je hebt genoeg reden om, uh, hoe moet ik dat zeggen? To let, uh, to let life defeat you. Ja, maar ja, yeah, yes, definitely. To? Ja, ja. En maar... ik didn't. Maar weet je wat het is? Als je in een, mijn leven was een soort van talies. Weet je wel? Mm -hmm. Zonder stophalte. Uh, dus dus en je, je, je kreeg nooit tijd. de ruimte om nee, te realiseren nee. van... Kijk wat mij overkomt. Nee, nee absoluut niet. Absoluut niet. Maar um, uh, ja, weet je... Kijk, als... Ja, ik... Uh, ik, uh, ik, ik nee, ik... Kijk, de, 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 de doorzettingsvermogen... Mm -hmm. Dat moet je ook bezitten. Snap je? Ja. Um, ja, en. en... Luister, mafia meid. Het bent, moet in je zitten. Jij bent een vrouw die ook is verkracht, toch? Ja, verkracht, ja. ja, ja. Dit is een goeie, ja, hè? Uh, ja, ik wou het niet. Ja, ja. Je wou het niet? Ja. Ja, nee. Als je me zegt verkracht. Kijk, dit, dit, vind ik, dit vind ik eigenlijk dan, goed. Dan denk dit... ik verkracht door een onbekende, maar ik ben verkracht door een bekende. Ja, ja. is ook verkracht. Ja. Nee, maar dit is goed dat we dit aankaarten. Weet je waarom? Yeah. Ook omdat jouw reactie is, is, uh, is goed om het te zien. Want jij zegt ja, verkracht, verkracht, verkracht. Maar als je die shit niet wilt, onbekende of niet. Ja. Dan wilde je dat niet. Ja. Dan ben je onder dwang. Heb je onder dwang seks gehad? Ja. Dan ben je verkracht. Ja. 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 Door een bekende, dan is het ook een. Ja, als je, niet wil, als je niet wil, is het verkrachting. Als zou het je man zijn. Ja. Als zou het je man zijn. Als zou je getrouwd zijn met een man. Alles cool, maar de laatste drie jaar was raar. Waardoor je niets meer met hem te Maar hij pakt je wanneer hij wil. Is verkrachting, Goedo. Het was mijn man. Zie je? Ja. En dat is waarom jij waarschijnlijk een beetje zo. Ja, ja, ja. 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 Maar dat is verkrachting. Yeah. Toch? Yeah. Ja. En kijk je hier. Strong and all that shit. Daarom zijn die verhalen belangrijk. Kijk, ik wil dat mensen kijken naar Gillies Love Line. Ik zit hier veel. Uh, ik zit hier veel uh, het is veel gelach. Uh, omdat het zijn. En het is relatable wat we vaak praten. Mm -hmm. Daarom zeg ik, daar haal ik iets erbij wat niet makkelijk relatable is, maar wat wel besproken moet worden. Voor diegenen. Die wel kijkt en denkt van, damn, ik heb iets soortgelijk ook meegemaakt. En die ziet jou hier gewoon, ze zit een strong woman. Die kijkt waarschijnlijk naar ons en die denkt, als zij deze jongen zou neuken, zou die niet surviven. Het is een onterechte gedachte, by the way. Strong woman is wat ik probeer te zeggen. Ha, <laughs> Zie je? Strong nigga by the way. Maar I it's all it. to the goodie. <laughs> ja. Dus ik waardeer jouw openheid, ook in je boek. we Maar kijk, hebben. had ik het anders gewild? Tuurlijk. Droom ik naar anders? Tuurlijk. Maar het maar... is jou allemaal overkomen. Ja. En, 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 de, en ik denk dat dat die, ma die mindset is. Dat je zegt van, loeke, dit zijn de kaarten die mij zijn gedeeld. Ja. Ik ga ermee spelen. Ja. Ja, ik hey, maar jij zegt het is vanzelfsprekend. Jij weet niet eens hoe jij daar bent gekomen. Mm -hmm. Het is je gewoon gegund door Gado of door wie dan ook. Want, kijk, dat jij het ik... zo erin kan staan. Ja, kijk, ik, ik, ik heb nooit gedacht dat mijn levenservaringen ver, uh, gebeuren. dat dat een boekwaardig was. Huh? Dat dat filmwaardig. Snap je? Nu, nu, nu. Ja, nu, ja, nu, En nu. Ja. I want to play your husband. Oh nee nee, ja. nee, 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 helemaal niet. Daar ben je te ik klein voor. Ja. Je bent te kort. Maar behalve dat, daar be ben ik volgens jou te soft voor. Nee, je wat kan het Wat de is, kan een verkeerde inschatting is trouwens. Je kan spelen. Uh, koerierspelen. spelen. <laughs> ik ben de leverancier. Woo, yes, 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 yes. Oh ja, dat is, ja, ja, ja. Ja, leidinggevende. Ja, ja Daar zie ik je ook voor. Maar, ja... Uh, uh, yeah. Dus uh, we gaan zo meteen uitgebreid over je boek hebben, een boek hebben, want ik wil dat mensen dat lezen, inderdaad. Mm. Um, maar het moet een film zijn. Je hebt gewoon een film. Uh, een film die je liever niet had willen maken? Nee. Maar, maar je die je mij overhoud. wel gaat maken, hopelijk. Ja, hij, hij, moet hij moet gemaakt worden. Shit. Ja, hij moet gemaakt ja, worden, ja, ja man. Hij ja, we zijn uh, documentaire. Ja. Die komt. Uh... Komende maand uit. Je hebt genoeg te vertellen. Dus da daarom ook. We geven. Uh, uh, maar ik haal sommige dingen tevoorschijn. Want ik wil dat gewoon uh, delen. Ik weet, je weet nooit wie meekijkt. Maar ik ben toch wel. Ik, ik zal toch altijd wel de persoon blijven. die vindt dat je een man alles moet geven in bed. Sorry. Ja. ja. En ik ben blij. Ja, en je ik, moet gewoon alles en, geven. Nee, maar ik zei dat toch? Want ik, er ik, gaat dat, geen buurvrouw komen dus, die wat geeft wat ik niet geef hoor. Je, Beeps. Ze kan het geven in een andere proportie, maar, en niet ik heb de, kende, maar ze kan niks nieuws brengen. In het begin van het gesprek scheidde ik dat al. Hè. Toen zei ik al van, hey, los van wat je allemaal hebt meegemaakt... jij hebt in je DNA stouten. Dat, dat, dat zou ja. er zijn geweest als jij als non was opgegroeid. Het zou er zijn geweest, ik klaar. Ik ben zo een goede. Een goeie... Ik heb zoveel te bieden, hè. Dat wil je niet weten. Ik wil het weten. Sterker nog, ja. ik wil meemaken. Oké, okay, dit is een goede time voor <laughs> een break. Yes. <laughs> <Woo! Yeah! laughs> Mafia-meid. Zo net doken we eventjes in jouw trauma. Ik wil gewoon met je chillen eigenlijk. Daarvoor roep ik iedereen hier om te chillen eigenlijk. Maar je hebt zo'n interessant verhaal dat ik er niet overheen kan. Eh... Uh, er is veel meer over haar. En dan kom je erachter wie hier eigenlijk zit. Daarom heeft zij een boek, wat sowieso gangster is. Dit maakt jij sowieso gangster. Ik wil ook een keer een boek voor mezelf. Of niet? Mafia meid. Dus niet iedereen heeft een boek uh, in de Bruna. Hey, toen ik mezelf in de Bruna zag. Was je trots? Boven Pablo Escobar's boek. Oh, ik dacht, wat de what the fuck. En dit is Narco Sunny, by the way. Je ziet ze is lief. Je ziet ze is lovable, by the way, als je dat niet uh, weet. Ja, je lijkt me heel leuk om uh, mee om te gaan. Ben ik ook. Maar lees dit. Waar ik ben is party, hè. Maar ma je bent een wat? Waar ik ben is een party. Oh, jou, jij bent een party. Ja, omdat ik ben, ik ben, ik ben, een, uh, ik ben een gezellig mens. Ik ben, ben je? Ik maak leven. Ik, 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 ja. Ben je, maar des te bijzonder is het als je dit leest. Dan ga je je verrassen van meid. Dat jij bent waar je bent. Dat jij je presenteert zoals je presenteert. Learn me that power. En zoals ze net heeft gezegd, is vanzelfsprekend, ze heeft ook geen idee waar het vandaan komt. Maar vandaar dus mafia meid. Dus anaal seks, hè. Ik zie je toch weer op die kontje. <laughs> toch maar, weer maar, 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 maar weet die je waar kontje? ik daarover begin? Dus is het is straks een gatje, hè? Ja, is dat van overal. Ja, als je, het in zijn, je hem te vaak gebruikt. <laughs> <laughs> Wat ook gebeurt, Nee, maar check. Ja. Want als jij erover begint, je begint er niet zomaar over. Dus in de zin van, jij geniet daar ook van. Van anaal. Nou. Daar hebben we het over. Ja, tuurlijk. Het is, weet, je, weet je waarom ik ervan geniet? Omdat ik er altijd bang voor was. Je was er bang voor ja. hè? Ja, maar ik ben erachter gekomen. Eenmaal die erin zit wil je hem er niet meer uit hebben. Ja, daar ben je ervan gaan houden? Ja, het is, het, ja, maar... En het zit hem vooral in de geilheid ervan. Voor vrouwen. Het is niet per se in wat je voelt. Het is in het idee ervan. Bij vrouwen. Want, uh -huh. want bij mannen... die hebben tenminste iets om te voelen. Heb ik begrepen. Ik weet van niks. <lacht> <lacht> maar ik ken een paar gay motherfuckers. Uh -huh. En ik hou van toffe mensen. Dat is belangrijk voor mij. Maar eentje vertelde me dus... ongevraagd over hoe dat zat. Shit. Ik zei oké okay, Rem, ik heb het al begrepen. Maar ik had zoveel opgevangen... Dat dus mannen daar wel iets hebben wat ze voelen, wat vrouwen niet eens hebben. Mm -hmm. Dus die gay doet, geniet er meer van dan een vrouw die aan haar wordt genomen. Mm -hmm. Maar het is vooral een mind thing van, oeh, we zijn stout bezig, we zijn freaky bezig, we zijn in een. in, 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 in het gat wat niet mag bezig. Is, is dat zo wat ik zeg? Ja, en, en het. Of voel jij ook echt iets dat je zegt van, oh, dit is een andere sport? <laughs> nee. Nee, nee Nee, absoluut niet. Ik, uh, uh, kijk, ik, ik denk dat anaal nog steeds, um, als je dat biedt uh, aan de man... of als je dat uh, met je partner doet, het, 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 het is nog steeds iets bijzonders. Want al, al, al doe je... Het is romantisch. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, het is, het is bijzonder. Het is bijzonder. Nee. Um, maar weet je wat het is? Heel veel vrouwen denken dat ze het geen anaal aankunnen. Of ze denken van: oh nee, oh, pijn. Of nee. nee dacht joh. jij ook? Dat dacht ik ook. Maar weet je, als je ermee gaat experimenteren, ja. dan kom je erachter dat het eigenlijk heerlijk is. En weet je wat nog lekkerder is? Kijk, want kijk, om, om die pijn niet te voelen, want iedereen denkt: pijn, 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 pijn. Maar bekijk het bij bijvoorbeeld als een spannende avontuur. Ja, waar als je Een rit waar, bij de, waar de waar je, Efteling, zeg maar. Een rit in de Efteling, in de, ja. Weet je, in de... Nou, nog, nog erger dan de achtbaan. <laughs> <laughs> ja, een rit in de Efteling heb je ook. Goed. <laughs> maar ja, uh, denk niet gelijk aan pijn als, als, je, als je aan anaal denkt. Um, denk aan een avontuur. Denk maar aan... wacht even, maar wacht even. We gaan terug naar de eerste keer, ja? Dat jij anaal werd genomen. Want toen had je al deze denkjes niet, die je hier zegt. Denk aan dit, denk aan dat. Mm -hmm. Waarschijnlijk had je toen alleen... En waarschijnlijk deed je het voor die doet. Ja. Toch? Ja. Dus de eerste keer was een beetje... Hmm. Maar daar ben je er de doorheen. De eerste keer was heel... Ik heb, ik heb geschreeuwd. Ik, ik, en nu, ik ga je komen, nu ga je achter mijn shit komen. Dat ik ook dingen weet. Als die sma niet anaal wil, genomen wil worden moet je het niet doen? nee, dat absoluut niet. want dan is het niet fijn dat voor haar en ook niet. nee, niet dat, niet dat, niet dat. dus ik bedoel, als zij het voor jou doet, mm -hmm. nee, nee, ik, absoluut niet. Mm -hmm. maar als zij het voor jou doet, mm -hmm. zij wil zo graag dat, zij wil jou dat geven, maar eigenlijk vindt ze het eng en al die dingen wat je zegt. maar ze wil gewoon de, ze wil haar. ze wil dat je nee, geniet, maar dat, nee, omdat, nee, jij, nee. omdat jij, omdat jij er altijd naar hebt gevraagd, doet ze het. maar als zij het niet echt van harte wilt, dan gaat niet alleen zij niet genieten, jij ook niet. Nee, maar dat is, ja, kijk, Als zij was er wel open voor staat, is dit wat gebeurt namelijk. Staat zij de, dus is zij nieuwsgierig, Zeg Ik wil een keer proberen, ik wil het, ik wil het. Weet je wat dan gebeurt? Opeens gaat het open. Wallah. Voilà. <hij hij hij> ja of nee? Ja, ja, ja. Ik geloof. weet waar ik het over heb, maar via mij. Ja, je bent, uh, ja. We kunnen een samenwerking aangaan ja, ja. En een boek schrijven, daar had ik het ja, over. Ja, ja. Open aan seks. Nou, over seks... Nee, maar dat is true, hè, dat wat ik zeg. Geld. Dat is true. Dan gaat het open. Zo niet. Dan gaat het tegenwerken en dan wordt het geforcerend en is het niet leuk. Je eindigt ja. op een soft ja, ey, En in het ergste echt... geval, we gaan het niet benoemen, in het ergste geval komen dingen tevoorschijn die niet tevoorschijn ja, moeten komen. Ja, en weet je En weet je waarom? Omdat de druk verkeerd zit. Ja, ja, kijk, daar, dat is hem. Kijk, de vrouw moet voelen, de vrouw moet willen. Eigenlijk, zij moet bepalen, zij moet willen, zij moet het ja. initiatief nemen. Kijk, jij weet als. Kijk, kijk, ja, kijk. Als, um, mijn partner kan me elke dag om navragen. vragen, maar ik geef hem niet elke dag. Oh, dat ook nog. het blijft spannend. Dat sowieso, en ook niet elk moment. Want ik weet welk moment ik het beste kan geven. Juist. Ik weet wanneer mijn organen. Ja, Al ja niet uitspreken, ja, inderdaad. Ja, maar. Ja, ja, we get oh, dit it. Was ja, ja, ja. Ja, het was toch. offline. offline. Het was offline. Real talk. Real talk, maar. Hm. Ja, nee, niet. Nee, maar check. Je zegt zo'n real shit. Ja. Maar oh, nu ga ik. Maar dat doen. is allemaal. Moet je allemaal rekening mee Je kan niet als vrouw zeggen van oké, okay, nou, ja, kom maar even. Nee. Maar ik, ik je a, moet weten hoe was brengen. je dag. Dit Wat heb je gedaan vandaag? Wat jij zegt is waar. Ik gaf. Een van mijn meisjes gaf ik advies. Die wilde haar vriend verrassen en shit. En die was nieuwsgierig en zo. Ik zei tegen haar: luister naar me. Eet niet zwaar. Sterker nog, eet heel licht. Eet vloeibaar, eet yoghurt. Maar ga niet portie, portie. Nee, doe eerst een vaginale douche. Een, uh, een anale douche. Ja, dat is, dat is next level dingen dat waar je het over sowieso. hebt. Sowieso. Dat is next level dingen waar je het over hebt. Maar ik heb het over dingen die je niet kan uh, tegenhouden. Mm. Dus zorg. Lichte maag. Uh -huh. Heel belangrijk. Uh -huh. Zonder dingen te benoemen. Uh -huh. En lichte maag gecombineerd met jouw wens, jouw nieuwsgierigheid dat je dat graag wilt. Ja, maar hoe weet jij, maar als jij? Als jij moet. Als, als ik als vrouw moet gaan zorgen dat ik een lege maag heb, dan moet het ja. gepland zijn. Ja, ja, ja. Want dan moet ik weten van oké, okay, dinsdag doen we anaal. Ja. Dus dan weet ik al hoe. Nee, maar zo gaat het toch niet? Ja, maar, maar, maar... Je wordt toch, toch, toch onverwacht voor gevraagd? Nee, 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 maar, nee maar ik zeg: de initi initiatief is vanuit de vrouw. Vanuit Aha. de vrouw-initiatief. Dat sowieso zeg ik als het hier om gaat. Het moet van haar komen. Want die vrouw kan uit haar hart zeggen: van... Ja, ik doe het voor je, maar het kan misgaan, hè? Ze heeft van geklapt in de middag eerder en dat. dat. Ja, zoals ik ook een keer Kijk, een Turk, word... die zei ik een poepen mijn nee, lul. Wow, 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 wow. <laughs> ja, sorry. Je betreedt de riolering, maar, maar, vriend. Maar, hey, maar check. <lacht> check. <lacht> wat, maar, wat dacht je dan dan? Dat je, nee, nee. Dat je in een walla eh, van eh, de bloemenwereld eh, binnen bent eh. gekomen. Dus, dus <laughs> wij wij waren half het aan het promoten en nu mensen waren bijna over die streep. En met die opmerking zeggen mensen na nou, nou, nah, fuck that shit. Fuck that shit. Nee, maar als je gewoon zorgt dat je gewoon je huiswerk goed doet... dan kan je dat gewoon dat een is hele schone, conclusion. anale dat is, dat is seks bedreven. En wat ik dus zeg, initiatief moet van die smak komen. Sowieso geld voor haar en geld voor die heer. Ja. Als die initiatief niet van haar komt, kan het misgaan. Ja, en, en, en terwijl, terwijl je die vrouw, zeg maar, anaal neukt, neemt... ja. Of neemt, netjes. Laten we het netjes houden. Terwijl je die vrouw anaal neemt... Dan moet je zorgen dat bij die clitoris ook wat gebeurt. Oh ja, go on. Tegelijkertijd. Vertel. Weet Aan je? Verder, want want, want dat, dat, stimuleert, no? dat stimuleert en misleidt wat daarachter. Ah, Snap je? Dus dan voel je die pijn ook niet. Je, je weet niet een eens waar die erin gaat. Oké, oké. Okay, okay. <laughs> weet je, want je bent ook daarvoor in of, of bezig met een dildo, ja. of bezig met de vingeren, weet je? Ja. Maar je moet, je, moet je, je moet in een andere wereld zijn voorin, zodat je achterin niet voelt. Oké. Okay. En ontspannen. Een af airstock. Ontspannen. En, en weet oh. je, een, een, een lekker film met een beetje olie, ja, en massageolie onts, en en, een, en precies, en dat ontspannen. ijs. Oh, dat ijsding, dat is de Dat is de ergo, zei je, toch? Ja. Ja. Hey. ja. Kijk, ik, 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 ik ben niet van de, van de, van de massageolie en zo. So, vaporup uh, fix, dat is de beste. Dat klinkt alsof het brandt, maar jij zegt gebruik dan die airco en dat is ijs. Ja, dus ja, dan benieuwd. smeer je eerst een beetje dus, uh, met die... Uh, maar niet bij je vagina, bij je, bij je anus. Bij je anaal, zeg maar. Bij de anus, daar hebben we het Ja, Bij de fraudeanus ja, ja, fraude ja. smeer je dan best wel veel fix vaporub, weet je wel. Ja. En dan doe je een ijsklontje. Maar kijk, eerst ga jij dan zeg maar die ijsklontje in je mondje stoppen. Yes. En, dan, en dan ga je die vrouw een beetje tongen zo, weet je. Dus jullie twee tongen een beetje met die ijsklontje. Jullie spelen zo bent met die 5. ijsklontje. Er kijken level 1 mensen. Die denken, wow, spannend. Gaan we... Ja. Laten dus we, dan... we, we het benaderen als de eerste keer. Laten we het benaderen als de eerste keer. Jij praat, jij praat over jou en mijn level. Ha! Hoe, ik krijg het warm hier. Yo, ik heb het heet vanaf het moment dat je binnen stapt. Jezus! Oh my god! Ik heb het zo warm. Ja, ja, ja. Dat is het effect hoor ik, hè? Echt. Oeh. Nee, echt. Ik geloof je meteen. Ah, ja, Maar check. Laten we die billenbilletori even laten voor wat het is. Nee, Want die fix. Oh. Die, die, nee, de mensen willen weten, toch? De ijsklontjes een, laat, laat, een beetje, een beetje zo. achter als je met dit wil. Die wanneer die ijsklontje zo yeah. klein wordt, niet te klein, een well, beetje well, middelmaat. Als het is. Ja, een beetje, weet je, en dat het een beetje waterig is. Yeah. Niet een ijsklontje die uit de vriezer komt, die, die plakt. Plak, want als plak, je die, ja. woe, als je oh die Lord. gaat zetten in het plak. En, en, en haalt, boy. Mm -hmm. yeah. Dus een beetje, een beetje, waterig, dan stop je hem erin zo, yeah. en dan stop je je Daar achteraan. Ja. Oh wacht, dat is nek, Die kende ik nog niet. Dat is oh, rampatampen met igloo. Oh shit, jij zegt dingen. Ja. Fix, ijsklontje, wanneer half halverwege aan het smelten is. Aan het smelten is. Erin, erin zetten en erachteraan met die ja. trein. Ja, oh zo goed. En voelt het maar niet. want weet je wat is die ijs? Kijk, die 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 fix, die, die, die die yeah. Ja. Dat, 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 dat brandt al, ja? Dat ja, is, I get it, ik geloof het. Ja, dat het. is, ja. Oké, okay. en dan wanneer die ijs erin gaat, ja, ja dan, dan die ijs maakt aan de buitenkant van de anus het lijkt yeah. net een bloem, net een zonnebloem. Yeah. Ja. Ja. Dus heb je toch allemaal van die. I get it. Sterren. Ja. Ja. Yeah. Ja. Het lijkt sterren. een sterren. Ja, net op een stel moet sterren. <laughs> hey. Oké, okay. dat door die ijsklontje wordt het hard. Ah, dat trekt het strak, bedoel je? het strak, ja. Yeah. Dus dat, dat, dat maakt dan, wanneer ja. jij jouw Lamborghini parkeert, oh, nee. snap je? Dan is het een, een, een perfecte garage, zeg maar. Ik krijg je een Suzuki auto, by the way. Oh, Oké. Okay. <laughs> ze is in één keer droog, zag je dat? Ze werd ter plekke droog toen ik dat zei. <laughs> nee, hoor, ik ben bij de fiets. Als hij maar vier wielen heeft, schat. Ja, ja hij rijdt, hij rijdt. Oké. Okay. Ben je voldaan met je airstalk? Ja. Want ik wil overgaan. Ik wil Sweet. overgaan uh, uh, naar iets wat plassen? populairder is. Nee, 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 nee. Oh ja, jij kent natuurlijk alle vlakken. Nah. Nee. Wat vind jij van? Geniet je daarvan, plassen? Is dat iets? Doe dat iets voor jou? Golden shower, toch? Do? Ja. Doe dat iets voor jou. Ik heb dat nooit begrepen. Ik ken keels die dat doen bij hun vrouw. Ik heb liever dat een man in mijn vagina plast. Wat doet dat dan? Precies. Het idee, hè? Ja, ik en, dan dat... ga ik, en dan ga ik staan op hem en dan druipt het terug. Zo eruit. Ja. Payback. <laughs> <laughs> you give, I give. I give. Ja, dat ja. nee? is zo'n freaky whitman shit waarmee ja. ik er uh, allemaal niet nauw uh, mee ben. Oké. Okay. Nee, okay. totaal niet. Nee. Maar ik zie het dus, ja, maar jij moet wel. Jij, 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 hebt een bepaalde, jij bent over een bepaalde grens. Jouw freakiness is moeilijk te vinden. Dus jij moet veel doen om. En daarom zeg ik jou, ik gaf net het voorbeeld. En je kan terugkijken. Hè? Dit gesprek kan je terugkijken, zei je van inderdaad. Toen hij beschreef wat hij met mij zou doen als hij een kans zou krijgen om iets met mij te doen. Mm -hmm. Ik kon het niet eens verbergen. Ja. Het jeukte een beetje. Dat was die lovemaking. Ja, ja want dit is allemaal hè? He, maar het is niet liefde. <laughs> en, en, en ik wil het niet onderdoen, aan, want dit klinkt allemaal leuk, by the way. Ik hey, I'm a freak, hè. <laughs> don't, get, don't get it twisted. I'm a freak. Ben je dominant of ben je een beetje submissief? In bed? Neem je de leiding? Ik doe wat jij wilt dat ik doe. Oh, dus je neemt, je neemt niet de leiding. Als jij wil dat ik de leiding neem. Als je wilt dat ik maar waar gaat dalen... jouw voorkeur naar? Want ik, beloof, ik, ik geloof sowieso dat jij de leiding kan nemen. Als je dat ma maar jij ziet liever de man de leiding nemen, denk ik, hè? Of niet? Nee, ik neem de voorkeur aan de wens. Ik vervulde het Zo liefst. Ja. Oké. Okay. Zo zie ik dat. Oké. Okay. Ik, 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 ik haat het als vrouwen zeggen: nee, nu niet. Oh, je moet ja. hem altijd geven. Je vroeger. bent altijd ready? Je moet altijd ready zijn. Als jij niet ready bent, dan komt er een ander die is dan ready. Ja, die is altijd altijd zo, altijd die die ready. Altijd zorgen is. dat je man kan uh, eten, en altijd zorgen dat je man kan vreten. Nee, ik zeg twee dubbele dingen. Altijd zorgen dat je man kan eten en altijd zorgen dat je man kan komen. Dat is wat ik probeerde te zeggen. Ja, het is heel belangrijk dat ik Ja, toch? Dat Anders komt. gaat hij naar de buurvrouw. Uh... Ja, maar ja, de buurvrouw is af en toe ook wel welkom, als jij het wil. Zonder dat je het weet, je bent wifey material. Ik zeg je toch. En ze zeggen, je kent haar nogal into into a housewife. Is niet waar? Nee, ja, ja, nee. Nee, dat kan je niet. Dat kan je niet, maar kijk. Dat zeg ik, ik, zeg, ik heb er bij nee, het bijna helemaal gezegd. Alle aspecten nee, hebt. Nee, nee, ik ben het er niet mee eens. Ik ben het niet eens met die stelling. Nee? Nee. Want wat je noemt dan een ho. zij heeft zoveel meegemaakt. Zij weet wanneer een man bullshit. Dus er is geen tijd voor spelletjes en dat soort dingen. Omgekeerd ook. Je weet wat je aan haar hebt. Seksueel kan ze je naar de next level brengen, cloud nine. Maar juist die vrouwen, en dat zag je aan jouw reactie, hebben de meeste behoefte van. En nu ben ik klaar om het te geven aan één man. Maar al die knowledge en al die shit op seksueel gebied, maar ook op mind gebied, want je hebt veel shit meegemaakt, komt mee en dat is positief. Ik vind het heel mooi, uh, ik luister naar je en ik vind het heel mooi dat je, dat je dat gelijk wel in mij hebt gezien. Want eigenlijk is het... Kijk, we praten er allemaal wel leuk en aardig. En maar het gaat, Sorry dat ik je maar onderbreek. Maar het is eigenlijk he? heel, heel triest. Nee, nee, nee. Het is niet triest, want check. Ja, want... Daarvoor telt wel... Je moet wel een man hebben die, die je kan handelen. Dus een man die het idee niet aan kan van... Zij komt hier vandaan. Oké, okay, is niet voor hem. He's too weak. Ja. Als je een strong nigga hebt. Want jij lijkt me ook heel loyaal. Ja, ontzettend loyaal. Stel je voor dat ik jou zou overtuigen. Ik heb ongeveer nog 20 minuten om dat te doen. Om jou, Hoe oud was je? Waar moet ik zijn? One, on, on. 30 plus. Ik ben 40. Nee. Black is don't crack it. Dat lieg je. Ja. We kunnen anaal seks hebben, klopt. Haha. Ja. <laughs> ja. Jee. Ik heb niet horen. M bijt je op. M. Um, um. Ik kan doen! Oh, ik wil een proost op jij. Ja. Kom maar, kom maar. Mm. Mm. Ik ben helaas 40 geworden. Twee weken geleden. You look good, man. Dank je wel. Twee weken geleden Ja. Oh, gefeliciteerd. En hoe oud dacht je dat ik was? Mm -hmm. Ik dacht echt 25, 26. Ik zweerde. Dus... Dank je wel. In de zin van, ja, ik weet niet waar ik dank je wel zeg, maar. You can handle me. Kijk, ik handle je yeah. Ja. We can handle each other. Thank je? Ja. Maar check. Maar alleen al omdat ik dit interview met jou heb gehad, zou ik je gewoon een gore, 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 gore seks met je hebben. Ik ja? zou je helemaal uitsluiten. Ja. Ik zou je wat zeggen. Ik, ik... zou alle experimenten met je uitproberen. Uh, hypothetisch, hè? Mm -hmm. Hypothetisch, want andere bitjes van mij kijken ook. Hypothetisch. <laughs> ik maak een grap. Ik maak een grap maar hypothetisch. Dus als we seks zouden hebben, toch? Mm -hmm. Na deze show. Of tijdens. Ik zou je in een rat van Fortuin zetten. La like Ik zou je yeah. ronddraaien. Jij zou mij ronddraaien. Mm -hmm. Ik zie het je doen. Ik zie, ik zie mij dat toelaten. Want ik ben de dominante in dit eigenlijk altijd. Mm -hmm. Maar bij jou. En weet je waarom? Het heeft te maken met je karakter. I think What? you're gonna give me a good time. Yeah, I will. En weet je wat? Aan de eind zal ik niet lekker voor je koken? Nee, 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 ga niet door. Sorry. Ga niet door. Nee. Ik, nee, ik ga je uitleggen dat waarom. Daar trap je niet in. Nee, nee, nee. Dat nee, nee, trap nee. Niet. Luister, luister, luister. Never in my life. Mm -hmm. Ik ben de kok. Ja? Ik ben, ik ben zo raar. Ik. ik ga je uitleggen hoe vreemd ik ben. Mm -hmm. wow. Ik vind het belangrijk dat de vrouw kan koken. Mm -hmm. Tegelijkertijd zal ze nooit voor me koken. Ik kook voor jou. Maar heeft het te maken om dat met je cultuur? Dat heeft jullie geen vrouwen laten er is ook een aspect van dat, maar daarmee heeft het niet te maken. Ik hou ervan om een vrouw te verwennen. Wow. Op alle vlakken. Wow. En, maar en, zou je dan elke dag zorgen dat jij kookt? In, een, in, een, in een onder het dak leven met een vrouw? Zou je elke dag. Elke dag, dat, dat is, is wat gewoon ik doe. jouw ding. Dat is wat ik doe. Dat is wat ik doe. Ik werk 27 uur per dag en toch vind ik ergens de ruimte om te koken voor je. Ja, dat is wat ik doe. Wow. Dus dat is heel lief. Dat is liefde. Dat is liefde. Ja, ja. dat is liefde. Weet je, dat is passie. Ik moet eerlijk zeggen, in, dat is al, ik, echt. in al mijn stoere takjes en dat soort dingen, kan ik het niet verdrukken. En dat is, wat, dat is de vibe die ik, de feedback die ik terugkrijg van vrouwen. Mm -hmm. Kan ik niet wegduwen. Dat ik waarschijnlijk aan de basis lief ben. Ja? Want jij bent niet de eerste die dat zegt en je hebt me pas ontmoet. Mm -hmm. Wauw. Ik ben zeer verrast door jouw leeftijd. Je wil me neuken, of niet? Ja, Ik wil je slopen. Ik wil gesloopt worden. Echt waar? Ik wil gesloopt worden. Door jou, door jou. Ik zie het namelijk. Uh, ja. Wow. maar er komt geen ene kou slagroom in het spel in dat soort dingen hè die je maar reed gaat doen nee dat moet een ik doe het niet met de zetten. slagroom doe gewoon lekker Man, met maar met Hé. no problem Tjie. ja ja wel met een beetje honing dan U echt wat? ja oké okay. ik Trouwens, ben erbij ik wil wat, je bent erbij ja. je gaat me steken Oeh. Yeah. Brazilian baby, ga ik dood. Mm, Colo. -mm. <laughs> Colo, Colombians. Oh. <sharp> mm -hmm. <laughs> It's getting hot in here. Yeah, so take off YOU all you your clothes. <laughs> <laughs> <hans> I love this conversation ik with you. Ik ik denk dat we moeten stoppen voel me met erg op mijn <hans> Nee, ik voel <hans> me lekker op mijn gemak. Voor Portugal? Ik voel ja, nou ik ik, 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 be, ik, ik, wa, ik, ik was al gel. Hey. Ik praat niet zomaar, hè. ik praat niet voor de show. Ik hmm. weet niet wat jij aan het doen bent. Maar, uh, ik ben gewoon wie ik ben. Ja toch? Ja. Ik ook. Ik ben mezelf. En da daarom ik speel het. niks, ik nee, werk voor mezelf. Zoals je me hier ziet, ik dat, dat ben ik. Ik ben gewoon ja. zoals ik ben. Ik ja, Bij mezelf. Ja. ja. you en like ik... it or you don't like it? Hé, hey, ik, uh, ik ben ervan aan het genieten hoor. Ja? ja. Okay, nee, ik je kijkt me ook aan van, jongen, je weet nog niet wat gediend okay. is. Zo kijk je me aan. Nee, ik ook voor jou. Oké. Okay. Ik ook voor jou, zeker. Je, voel je je comfortabel? Ja, lekker. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Gewoon lekker chillen. Ja, weet toch? je? I love it. Don't take it personal. Don't take it too serious. Ja, toch? Enjoy life. Maar ga je me beloven dat je niet verliefd gaat worden dan op me? Want I tend to... Uh... Weet, je wat, weet je wat gebeurt nou Heb altijd? Heb je vrouw? Ik heb geen vrouw, anders zou ik niet zo met je praten, want ook ik ben een loyale motherfucker. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik. Oh, ben ik, je jaloers? Hmm, weet je, weet je wat ik altijd dacht? Ik dacht dat ik beschermend was. Maar nu ik ouder word en eerlijk denk ik, ik heb. Nee, ik, naar mijn mening valt het nog steeds onder beschermend. Ik vind dat je je moet weten te gedragen. Als vrouw van Gili Rutu, moet je je weten, je ja. moet weten hoe je moet gedragen. Tegelijkertijd moet ik weten hoe jij vindt dat ik me moet opstellen. Ja, maar met een man als jou, als partner, en jij doet zo'n show, die vrouw die moet open-minded zijn. Maar wat heeft dat met show te maken? Omdat. Jij denkt dat ik al, die, uh, al mijn gasten wil. Uh... Nee, het, nee. Maar het gesprek gaat altijd erover. Het is een love. Het is love, ja, het is love. Dus, dus moet het een uh, zelfverzekerde vrouw zijn, hè? Ja. Ja, want... En het moet een, en het moet een slimme vrouw zijn. Want als ik, ze slim is, dom, luister ze goed naar je gesprekken. Ja. ja, 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 ja. Nee, maar kijk, ik kan niet liegen. Dat... Ik ga je één ding zeggen. Ik word een beetje hard, hè, by the way. Mm -hmm. Nu? Ik, ja. Mm -hmm. Mag ik voelen? Dat durf ik niet. <laughs> ik hou van deze show. Oh my god, I love it. Nee, ik praat nog Ach, van real shit. Helio, wat yeah. leuk, deze yeah. show. Dus, ik ben opeens We ben ik leuk it. geworden. Vanaf het moment dat je erachter wegkwam, hoe oud ik ben eigenlijk. Ja! Yeah. Ik op een young boy, hè? Ja! Yeah. Ik maar heb ik... je helemaal anders ingeschat. Wauw, wow. <laughs> dom. Nee, 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 helemaal niet. Dat is al to die, Maar je hoort me toch praten? Ik kan toch nooit ik, een young boy Ik zag echt gewoon een teen boy van 25, 26, okay. 26 okay, jaar. Gaf ik is goed. Oké. Okay. Yeah. Misschien kan ik coca voor je smokkelen in deze disguise. Of doe je niet meer, hè? Nee, ik doe helemaal niks okay. meer met dat, dat wereldje. Ja, daar zijn we helemaal klaar mee. <laughs> en ik kan me ook niet betalen om je te pijpen. Dat gaat hem huh? ook niet worden. Huh? Want ik nee. doe ook niks meer met prostitutie. Shit. Um, ja, gratis. Huh. Dat wordt ook hard voor oh, ja. serieus? Ik heb je gezegd: drie, wat, 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 wel, wat wel mooi is gebeurd. Je bent die 3,75 die ik heb <laughs> vergeten. Bij, bij vergeten. En ik Was moet nog huur betalen. Nieuwe. Dat heb ik er niet bij gezegd. Oh, my God. Hé, hey, jij gaat mij verzorgen. Klaar. Wat? Je eerste keer voor jou. Ja. Nee, nieuw. Joh. Nieuw. Hoe dan? 2021. Ik ga een switch things up. Ze wordt spontaan droog Zie Nee, ik dat? laat Ze me vaccineren. Droog. Morgen. <laughs> <laughs> Morgen laat ik me vaccineren. Nee, maar luister, je bent ben, ben een, uh, ben een leuke vrouw. En jij bent een leuke vrouw. Want ik, ik, ik word niet stel crazy, hè. Ik, ik, zeg, ik lieg niet als ik zeg, ik word hier een beetje kratie op dit moment. Het ja? Is soms een Het Weet je, de gebeurt sfeer niet snel. Ja, het, uh, ja. Ja. gebeurt niet snel. Ja. Ik, uh, ik, weet je, sinds ik je leeftijd weet, weet ik gewoon dat je een potentiële. <laughs> we gaan neuken of niet? We gaan neuken of niet? Ja, we gaan. Uh, we gaan niet kan, Het zou kunnen. We zou gaan kunnen. beesten. We gaan beesten. Ja, uh -huh. okay, oh. uh -huh. yes. Want ik ga je één ding zeggen. Uh -huh. Ik ga je niet alleen uh, jou aanpakken. Er komt iemand bij? Er komt meerdere bij. Want ik wil je in actie zien. Zullen we beginnen met jou? Uh -huh. Ik wil je in actie zien. Deze mensen zien letterlijk hoe ik die druk voel. Hè? En laat me één ding zeggen. Ik kan handle shit. Laat me eerlijk maar, zeggen. Nee, nee, nee. nee maar you check. can handle is shit. Nee, 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 nee. Maar check. Maar check. Hoe ga ik van jou genieten als gelijk? Uh... Ik, ik kom... Zatje, ja? Ik ben, je, ik ben je voorprogramma. Ja? Ja? Oké. Okay. Ik ben je voorprogramma. Ja. En ik sluit je show. Oh, nee. Hey. Dus dit is de reden waarom ik heel deze show heb opgezet. Ik hoopte dat ik ooit achter zou worden aangepakt. En het lijkt te gaan gebeurt. Ja. <laughs> Love it. Ja. Waarom vroeg jij mij of ik jaloers was? Waarom vroeg je dat? Omdat ik jaloezie koppel aan, onverzeker aan uh, onzekerheid. Onzekerheid. En ik vind dat niet Jij, vrij. jij, 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 jij Jij bent niet onzeker. Ik, ik zie een zeker persoon voor mij. Okay. En als jij zou zeggen dat je jaloers was, dan ja. zou dat niet kloppen met wat ik zie. Nee, ik denk, zou ik het omschrijven? Dan moet jij maar zeggen of dat jaloers is. Ja? Laten we zeggen, ik claim jou. En jij claimt mij. Ja? En laten we zeggen, het is letterlijk jij. Met heel jouw erde toet en al dat soort dingen. Dus dat betekent het is nog spannender, want jij bent gewend vrij te zijn, free spirit en shit. Ik wil in jou doen en laten zien dat jij rondloopt als de vrouw van Gilly. Ik moet dat zien in jou doen en laten. Ik moet zelf jou niet zien en voelen. She's out there representing me. Dat is wat ik verwacht. Is dat te veel? You love it? Yes. Oké, okay, ik dacht misschien, zeg ik, is dat jaloers? Nee. Valt dat onder jaloers? Nee. Oké. Okay. Ik ben blij dat van jou te horen, want jij bent een free spirit. Het valt niet onder jaloers. Oké. Okay. Represent me well. Kijk, ik... Dat valt eentje, niet onder... Mijn superkracht... Mijn superkracht... Want ik weet dat dat niet natuurlijk is. Ik heb echt scheid aan wat mensen denken... En ik heb geen validatie nodig om te opereren in het leven van andere mensen. En het, ik weet dat dat niet vanzelfsprekend is, want de meeste mensen hebben dat wel. En dat, en dat is normaal. Dus ik ben mezelf niet de schouderklop aan het geven. Maar om een of andere reden heeft God om me daarmee gezegend. I don't care what, uh, what, about, uh, what people think. Uh -huh. I really don't. Is heel, belangrijk. is heel belangrijk. Ja, maar is iets. iets daar moet je, je in groeien, maar ik heb het altijd gehad. En je moet het ook kunnen, want heel veel mensen. Ja, ja, is normaal als je het niet hebt. Ze maken zich zorgen wat anderen denken. Lekker boeiend. Het dus is jouw ik, leven. Dus besef, ik heb dat niet. Uh -huh. Dus begrijp me niet verkeerd dat ik me zorgen maak wat mensen wel niet zullen denken. Na, no, na, no, na. No. Wat ik denk. Uh -huh. Ik moet naar jou kijken, want daar wordt de creatie van. Uit het verleden, verleden weet ik dat ik ooit. Mm, Eén van mijn oude um, situaties... Naar haar keek, ik denk van... Oh mijn god, zij is echt sexy. Kijk hoe ze me ze neerzet, mensen. En ze, zij is echt part of my team. Ik vind het geil. Ze is part of my team. Uh. En ik krijg het idee van... Hé, hey, zij vindt mij leuk. En echt alleen mij. Dus, zij zou niet zomaar met... Die of die ook in dezelfde relatie kunnen zitten. Nee, zij is bewust met mij. Om wat voor reden dan ook. She loves me, wanneer ze opstaat, Gilly, voordat ze gaat slapen, gaat het wel goed met Gilly. Weet je waarom? Ik doe precies hetzelfde. Daarom ben ik bang om verliefd te worden. Want ik ga mij heel erg in je op. Ik ga je denken. Ik ga je meenemen in mijn 27 uur opeens. wat ik niet gewend ben. Maar je shit moet het wel waard zijn. En wat maakt het het waard... als jij op zijn minst ook mij meeneemt? In jouw doen en laten en in jouw dinky. Wordt het op een gegeven moment niet eentonig? Na jaren? Wat bedoel je? Dat. Nee, want juist niet. Weet je waarom? Dus in het begin heb je dus... infatuation, je vindt elkaar leuk, je vindt elkaar geil... en al dat soort dingen. Lust. Lust, dat, al die dingen. Uh -huh. Die dingen verdwijnen. Maar als iemand oprecht met je bezig is. Net een familielid. Net een kind, als je kind zou hebben. Onbewust ben je bezig met je kind. Hey, hoe zal het met haar gaan? Als je iets haalt. Oh, ik haal ook voor haar. Ik haal ook voor hem of haar. Ik snap het. Als je daar kan komen. Met jouw partner. Dat is goed hoor. Dan maakt niet uit wat het vervalt. Qua seks, lof, lust en dat soort dingen. Of opeens je valt op andere dingen. Automatisch gaat je lichaam je laten weten. Dit is wat de moeite waard is. Dus, dus ik zeg altijd, dat ding heeft twee kanten. Als je lang in een relatie zit, verandert diegene bijna in een familielid. Van oh, die is er. Van is die is ja. Dat je bijna niet kan voor... Gewenning, want gewenning is gevaarlijk. Gewenning is erger is, is dan liefde. Is eng, is eng, is eng. Gewenning is eng. Ja, is niet goed. Maar dat je ineens niet eens kan voorstellen als diegene er niet meer is. Het is inderdaad niet goed en ik vind dat zo eng. Ja, soms, Het is erger dan liefde hoor. Soms, soms zie ik koppel, is soms zie koppels, in de, kijk, naar koppels in de auto. Of koppels die lopen. En dan zie je, ik kan ver op met die char. Je ziet in ieder geval niet die spark. Ja, ja. ja. Dus de koek is op. De, 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 nou, de. Ik, dus ik weet niet of ik dat oordeel mag maken. Maar je ziet gewoon van. Ze hadden net zo goed broer en zus kunnen zijn. Ja, ja. ja. <laughs> dus ik kijk daar altijd naar. Ik denk, als ik ooit Daarom in... is het belangrijk dat je altijd nieuwe dingen blijft. Maar dat Weet hoeft je, niet speciaal samen op seksgebieden. Nee, dus nu, niet alleen op seksgebieden, maar dat, ook... Kijk, seksgebied is bijzaak. Weet je wat ik het belangrijkste vind? No. Zakelijke gebied. Want dat brengt het eten op tafel. Als, 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 samen moeten we bundelen mm. to make the money moves. En dit is... Dit is ik wil niet En als de seks daarop... Nou, nou, dat dus nou, slagen nou, op nou, dan de cake en, de, 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 en de, de, de cherry en de... Nee. de Kijk krijg het idee dat jij van de slagroom houdt. <laughs> <laughs> maar, maar check, maar check, maar check. Ik ga weet, kijken vanavond. Weet je, zal dadelijk een spuitje en een busje halen. Ja. <laughs> weet, je, weet je wat ik het geilst vind? Ik vind het geilst wat niets met seks te maken heeft. Ik vind het geilst als je iemand in een vrouw, en vanuit mij, in een vrouw herkent... ...zo hiermee zou kunnen bouwen. Het ja, moet nog blijken of het zo is, het zal wel. Ja. Maar dat idee alleen al... Ja kids me off. Ja. En dan maak al die dingen niet uit. Ook belangrijk was zeg En dat in. is wat ik trek in de man. Dus dat wat is. gaan we doen? Nee maar, nee, maar dat is. Want je vroeg me. <laughs> ja, toch? Op een gegeven moment. Wat, ja? wat, wat heb ik wat een man. Uh, ja, ja, ja. Wat is jouw kwaliteit? Wat, ja, ja. En dat is dat? Ja. 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 Ik, ik, ik ga gelijk van. Wat kunnen we samen doen? Wat, wat, hoe gaan we? We gaan samen bouwen. Bouwen, ja. ja. En dat denk hoe ik niet? Hoe zorgen die... we dat elke dag eten op tafel komen? Ja, maar die hostel alleen al samen is al geld. Ja, dat, dat, toch? Oh mijn god, you got it. Toch? je kan het. Zo? Je hebt hem. I don't know. En ik weet dat maar dat. Weet dat... Je en niet ik weet... Nee, maar ik weet dat dat een, een, een ding is wat ik bezit, wat altijd mannen hebben getrokken aan mij. En ja. Ja, dan kom je dan op het punt van: Ja. En waarom zijn ze niet gebleven? Dat lag aan die man dan? Nee, omdat ik, omdat ik altijd die man die dat in mij zag. die had weer zijn echte vrouwse nummer 1. Kijk, lees mijn boek maar. Ik stond ooit op nummer 4. Check. Voordat we dit gaan afronden: In Gillies Love Line haal ik elke aflevering een quote voorschijn. En daar wil ik er met mijn gast naar kijken en kijken wat hij of zij daarvan vindt. Ze zeggen namelijk: Er is niemand die meer shit meemaakt dan een goede vrouw die kiest voor een slechte man. Mm -hmm. Wat vind je daarvan? Is dat te zwart-wit? Of laat me, zo, laat me het zo zeggen: als een goede vrouw kiest voor een slechte man, want om een of andere reden. Of vrouwen op bad boys. Heel veel vrouwen. Moeten ze die consequenties dragen? Sowieso. Dus is het een beetje eigen schuld, dikke bult? Of Sowieso. zijn we dan te streng? Oh ja, jij vindt dat? Ja. Terwijl jij waarschijnlijk ook die vrouw bent geweest. Ja. Vaak die vrouw ja. bent geweest. Ja. Alleen maar die vrouw bent geweest. Ja. Kijk, op het moment dat je. Wat is het aan bad boys? Dat je zo uh, steeds weer, niet die nee. fout maakt, maar steeds weer dezelfde kies. Terwijl je weet waar het eindigt. Adrenaline. Adrenaline, hè. You wanna have fun. Yes. Totdat het, het, het niet meer fun is. Ja. Maar daarom, ik ben nu op die level, ik, ik wil geen man meer met... Nee. Ja. Nee. nee. Jij, jij viel speciaal op... Dus wij noemen bad, je bad boys... Gangsters. Gangsters, toch? Ja. Je moet gangster zijn. Gangster. Ja. Randje van de... Ja. All day living on the edge. Ja, je moet desnoods een pistool op mijn hoofd zetten. Dat, dat vind je geil? Dat is echt zo'n Antillianen shit. Uitlaan, Sorry, ik wil niet Antillianen, maar. Oh! De, de Antillianen die, oh! de, de die ik ken, en ik kom uit de hoed... is dit een gebruikelijke verhaal. Ja? Dat ze. De, ik, nee, ik, laat me niet overdrijven. Ik ken zeker drie oldschool matties van vroeger die hun je balden met pipa tegen hun hoofd en daar werd ze alleen maar geil van. Ja, in man. de mond. Jij was ja, maar, ook zo eentje. Ja, maar je moet die loop wel draaien, Daar <laughs> ah, Dan ben je niet zo'n frietje als dat ik dacht dat je nee, was. Nee, 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 want straks nee, je: nee, 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 nee. Wanneer je komt tegelijkertijd Nee, 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 erbij, nee, badai... nee. No, want je weet Nee, sommige mannen draaien door, no? nee, shit, no? nee. Nee, 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 nee. Maar heb jij nu je les geleerd of wordt de volgende keer uh, wordt de volgende een ander soort type man? Die heb je nee. volgens mij nooit de kans gegeven, hè? Nee. Een ander soort type nee, man. Nee, en dat wil ik nu de kans geven. Ja, maar toch niet een man die. 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 die elke dag naar zijn werk gaat om voor iemand te werken. Ik nee, val ik toch op de man die de leidinggevende. Maar. Ja. Maar je, 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 je toon was net een beetje dat je altijd bent ook gevallen op de man die in criminaliteit zit. Nee, 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 dat moet ik helemaal niet meer hebben hoor. Niet meer. Nee! Nee, 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 nee. Nee, 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 Die Don Afbinder. Nee. Ah, uh ah. -uh, no, ik wil niet meer. Ik wil een man... die... legaal... zijn geld verdient met zijn imperium. <laughs> imperium? Ja. Met zijn imperium. Oké. Okay. Een man imperium. die... legaal zijn geld verdient en ik was er bijna ik zei ja 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 totdat je zei imperium zei ik nee, oké okay, nog niet i'm gonna get back to you give me some time I, i'm here give me some time I'm here. oh je gaat me ondersteunen we gaan samen hè I, i put you there en we gaan nou seks hebben dat is het eerste <laughs> hey, al but... heb je het niet met mij zorg ik dat is er dat... een bill is waar nee, nee, je het nee, hebt nee, Dan nee, kan nee. ik je kwaliteit nee, nee, alsnog zien ik, ik wil het met jou oh jij wil eerst je, dus jij geeft hem niet zo je moet eerst zien of het waar is ik wil eerst zien hoe je het of het klopt de, wat ik zag toen ik hier kwam zitten. Oké. Okay. Dus ik breng eerst. Je weet toch? Ik kom nooit alleen. Oké, okay. we komen samen. <laughs> <laughs> oh lord, maffia meid. Nee, nee, weet je wat? Ik kom eerst en dan moet je me smeken om te komen. Luister, ik ben nog drie keer gekomen tijdens dit <laughs> gesprek. Waar, waar heb je het over? <laughs> waar heb je het over? Hé, <laughs> hey, mijn god. Hey, ik zie steeds iemand voor me hier. Oh uh, my god. <laughs> nee, uh, maar meid. mij. Hey, weet, je, weet je wanneer je hoge spanningen die hebt in mijn hoofd hier binnen hè? Yeah. Het is net alsof ik mijn kortsluiting benaderd. Komt dat dan? Gewoon. You okay. did, it. I did it. And you did it too. Ik heb van je you genoten. Did it. You did it. Ik heb echt van je genoten. And of we behind Zeker. the scenes gaan genieten, gaat je niets aan. Mm -mm. No doubt. <laughs> I, love it, I, love it. I love it too, baby. Hey, Dankjewel. Uh, Liefde, seks, 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 seks en relaties in Gilly love Line. Mal.com. Mafia, <laughs> Mafia meid. En ik, en, en ik zeg je, lees het. Lees het en je gaat dit gesprek nog bijzonderder vinden. Gewoon, what a strong ass woman. Zeker als ze denken dat ze mij kan handelen. What a strong ass woman. And you are a strong ass woman also. Ja, toch? Ja, Look toch? for it, because you got it. Iedereen is sterk. Alleen sommigen weten het niet van zichzelf. Dat is het verhaal. Jij weet waar je het over hebt. I love it. Wat ik ook leuk vind. Als je reageert op bijvoorbeeld dit gesprek. Dat kan in de comments in YouTube. Maak daar gebruik van. Lobby takkie, seks takkie, relationship takkie. Dat is wat ik hier probeer uh, op te zetten. Help me mee. En support the cause. Volg Ebony View op YouTube. Volg mij, Gili Rutu, op alle socials. Ze probeert me af te lijken. Ziet aan de zijkant. Maak ben professional. And I'm a fuck you in the ass, professional nee! style too. Tijd om te stoppen, <laughs> dit gaat te ver. Yo, if it ain't about... Kom op, we gaan rampatampen met Iglo, schat. Heb I, je ijsklantjes in huis? If it ain't, laat me, me afronden. Is er een in de buurt? Laat me afronden, gaan we doen wat we doen. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende aflevering. Ik kan niet praten. Hippie. Hoeray.